Ik heb geen geluid. Ja, nu wel. Kijk, goedenavond dames en heren. Welkom hier in het Kenniscafé. Het is december, het sneeuwt niet, maar het wordt een onvergetelijke avond. Desondanks, of misschien wel daardoor, dat weet ik niet. Waar alle andere mensen zijn, dat weet ik niet. Maar u bent er wel en daar ben ik heel blij om. Omdat we namelijk een mooie avond hebben over superhelden. Het is de derde maandag van de maand en dus praten we zoals altijd op de derde maandag van de maand over wetenschap en de rest van het universum hier in de Bali. Met deskundigen, ik zal ze straks voorstellen, en met het publiek, daar bent u dus. Vanavond gaan we het hebben, dat is aangekondigd, over superhelden. En we zullen zien wat dat allemaal met wetenschap te maken heeft. Zoals gezegd, ik stel u straks de gasten voor. Van wie trouwens een opmerkelijk aantal uit Delft afkomstig is dit keer. Rara, hoe zou dat kunnen? Nou, dat zullen we ze straks maar gewoon vragen. Een paar huishoudelijke zaken. Ik ben Martijn van Kalmthout van de Volkskrant. Het Kenniscafé is een co-productie van de Volkskrant met de Bali, met Nemo Kennislink. Ik moet nog even wennen aan de naam soms. En de KNW, de Academie van Wetenschappen. Samen maken wij dit programma. Dit is de 99ste aflevering. Volgende keer de 100ste. En dan is het dus feest. Ik zal er straks meer over zeggen. Het is hier een café. Daar is de bar. U bedient zoals altijd zichzelf hier. Er staat een mandje met geld dat vooral bedoeld is om mee te wisselen. Maar dat begrijpt u natuurlijk wel. Zoals gezegd, we praten graag met het publiek en de deskundigen. Wacht daarbij altijd even op de microfoon. Al was het maar omdat we een livestream van deze avond hebben. Dus mensen kunnen via de website van de Bali kijken naar deze avond. En dan is het fijn als er geluid bij is. En bovendien, het is nu niet heel vol, maar het is toch vaak voor de onderlinge verstaanbaarheid ook fijn als u even op de microfoon wacht. Ik zei het al, u bent op video, dus blijf glimlachen. Laten we beginnen. We gaan een mooie avond tegemoet over superhelden. We zagen al een klein voorproefje en een van onze gasten die we straks gaan voorstellen, die kende de hele tekst uit zijn hoofd. Sterker nog, hij gaat er straks meer over vertellen. Zijn voorstel was eigenlijk, zullen we gewoon die film kijken vanavond? Dan hebben we het nergens meer over. Is daar iemand voor? Oké, misschien na afloop, ik weet het niet. We zullen zien. We beginnen zoals altijd met een column van Maarten Keulemans van de Volkskrant. Maarten Keulemans. Goedenavond, dames en heren. Superhelden. Ah, zelfs Martijn wist het niet van mij, maar ik durf te wedden dat ik van iedereen hier aanwezig misschien wel de meeste superheldenstrips bezit. Het geval namelijk dat ik als tiener ben begonnen met Spider-Man, toen hij nog gewoon Spinnerman heette. En eigenlijk ben ik tot op de dag van vandaag doorgegaan op een laag pitje. Ik mag dan wel geen rare felblauwe maillot aan hebben, maar na al die avonden over wetenschap is hier dan toch eindelijk een onderwerp waar ik echt enig verstand van heb. En ik ga u vast verklappen, wat u hier vanavond te horen krijgt is een beetje nep. Superhelden als lokkertje om studenten naar beta en techniek te krijgen. Waar die arme kinderen vervolgens ontdekken dat ze gewoon in de wetenschap zijn beland. Niks gezellig sleutelen aan het pak van de Iron Man. Maar dan is het al te laat. Bovendien, superkrachten, die hadden we toch al lang. Door staalbranden als Superman. Een gebouw slopen als de Hulk. Of tegen een muur opklauteren zoals Spider-Man. Met een snijbrander, een sloophamer of gewoon een ladder, is het allemaal eigenlijk geen enkel probleem. Nee, helaas gaan de goed bedoelde pogingen tot superheldisering van de techniekopleiding volledig voorbij aan de essentie van het superheldengenre. Want bij superhelden draait het helemaal niet om techniek, niet om natuurkunde en zelfs niet eens om wetenschap. Wel nee, dat is allemaal maar bijzaak, aankleding, decor. Peter Parker deed er wel geteld één plaatje over om Spider-Man te worden. De X-Men hebben hun rare superkrachten zomaar toevallig bij de geboorte gekregen. En dat Superman kan vliegen omdat hij van een planeet komt met meer zwaartekracht, dat is ook 80 jaar na aflevering 1 volstrekte onzin. Nee, de essentie van een superheld zit hem nou net niet in zijn superkrachten. Wat een goede superheld definieert, is wat hij is zonder zijn kostuum. Spider-Man is in werkelijkheid een sullige nerd die wordt gepest op school. Superman
Een houten Klaas die geen meisje kan krijgen. En de Hulk een eenzame wetenschapper die leidt aan paniekaanvallen. Zo verbindt de superheld het bovenmenselijke met het menselijke. Het goddelijke met het gewone. Zo spreekt de superheld aan. Want welke brilde puber droomt er nou niet van om keihard te kunnen roepen flame on. En dan te veranderen in de menselijke toorts en er vandoor te speren. Superhelden gaan over de belofte dat er in iedere loser een winnaar schuilt. Maar nog meer om de erkenning dat er in iedere superheld een Peter Parker zit. Anders wordt zo'n superheld maar voorspelbaar. Een leeg wapperend pak. Een oerzaaie god die alleen maar zegen viert. Een goed superheldenverhaal gaat niet over winnen, maar over verliezen. Niet over speciale krachten, maar juist over speciale zwaktes. Misschien is die boodschap nog wel belangrijker voor de techniekstudent in spe. Leuk hoor, technologische superkrachten, maar laat je er het hoofd niet door op hol brengen. Vergeet niet dat als je superkostuum in de was zit, je gewoon weer een slemiel bent die gedoe heeft met de meisjes. Om boven jezelf uit te stijgen, moet je jezelf ook tegenkomen. Ik ken techniekstudenten die daar best nog wat van zouden kunnen leren. Goedenavond. En niet per ongeluk luidt de titel van deze avond dan ook Iedereen Superheld. Ja, dankjewel Maarten. Ik kom aan onze hoofdgast, zal ik maar even zeggen. Hij werd geboren in Schotland, versleten intussen 1 Schotse en 3 Nederlandse universiteiten. In Twente, Eindhoven en nu dan in Delft. Overdag, dames en heren, Barry Fitzgerald, daar hebben we het over, is hij ingenieur, zoals zoveel. Hij is eigenlijk fysicus, maar daar hebben we het zo nog over. Als de avond valt, wordt alles anders. Dan is hij een liefhebber en een kenner van het universum van Superman, Batman, The Hulk en al die andere superhelden in het Marvel-universum. Hij schreef er ook een boek over. Dat boek heet The Secrets of Superhero Science. Het staat daar en we zullen het er zo over hebben. En hij is hier om te praten over de vraag wat wetenschap en superhelden eigenlijk met elkaar te maken hebben. Dames en heren, Barry Fitzgerald. Ja. And switching to English. Yes. And the first thing I want to say is that I'm actually from Ireland. Ireland? Yes. Okay. I'm not Scotland. Sorry. It's okay. Is it offensive to be from Scotland? No, I think Scotland's a fantastic country as well, yeah. Okay. Is there any Scots here? No offense. I mean, really? I don't know if there are. From Ireland then? Yes. But that's not why you're here? No, that's not why I'm here. You've written a book about superheroes and science. I have indeed, yes. Yes. This has been out one year? Published March 2016. Okay, so that's 2 years. First of all, who is Barry Fitzgerald? You're obviously from somewhere else. You came to the Netherlands to talk about superheroes? Absolutely. Well, no, this evolved. Okay. So I came here in 2012, went to Enschede, to the University of Twente, to work as a postdoctoral researcher. Okay. In a completely different area, in polymers. Of course, many people might say that there's an analogy between Spider-Man, spider silk, and the polymers that maybe are inside in spider silk. So I'll grasp at straws there with the analogy. Sure. And while there, I had always had the idea to write something about superheroes and the connection between the world that I work in, which is the scientific world, mm-hmm. and the superhero world, and to combine those two worlds to make it accessible to as many people as possible. Right. And that's but this superhero idea must have been in your head for quite a while. Yes, yeah, for quite some time. When did this start? I would say, I mean, when I was younger, when I was 5 or 6 years old, I saw Superman. Thought fantastic, wow. When it was 1985, there we go, you got the Superman logo, yeah, of course. And I have to say that when I saw that film, I was a huge fan of the A-Team. I loved Hannibal Smith and Babe Baracus. Right. I had the van, and when I saw Superman, I pushed the van to the side, and I just decided, you know what, I'm not going to play with the van anymore. It's okay. going to be Superman. What exactly was the difference then? What did
catch your imagination? Well, I saw a character like Superman who was capable of doing things that you do not normally see in the everyday world. Okay, not even in the A-Team? Not even the A-Team. As far as, well, B.A. Baracus doesn't like to fly. So, and the fact that Superman could fly, I mean, he's got a huge, able to do something incredible like that is something I wanted to be able to do. Right. You might say you're an expert in superhero movies. At this time, there's all I know an awful lot. There's always somebody who you'll meet will know something you don't know. Okay, and I say that in every field. There's always somebody who will know something you do not know. I just said some of our guests could do verbally the soundtrack of the movie we saw. That was you, wasn't it? Yes. I was. How many times did you see that one? So, Avengers: Age of Ultron. I've seen that film maybe 30 times. 30 times. 3-0. The Avengers, which is the fifth highest grossing film of all time. I've seen that film more than 50. Captain America Civil War is on my laptop, so when I'm taking the train between Eindhoven and Delft in the evenings, I relax by rewatching scenes from Captain America Civil War. Okay, it sounds a bit weird to me, that is. Two or three times, that's okay, but 50 times. Is there anything new to the movie when you see it now? Well, I apply the same principles I do as a scientist. So when you're doing research and you're working in an area, I find that I go back and read the same scientific papers over and over again because they're the papers that may have inspired my direction in my research. Right. And the films are the inspiration for me when I go to speak about science at schools or at universities to try and inspire students, but also try and inspire my fellow scientists to start thinking maybe differently about how important popular culture could be for influencing their future research direction. Right. To show off, actually, you've prepared some quiz questions. Yes, I have. Yes. Yeah. Well, no, okay. It's mainly to get an idea of what people know about the superhero films. So I think it's a few. Yes, we're here. Okay. So you take over. I'll take over. Yes. So everyone has two cards. You have a green card and a red card, and they are actually postcards. So if you want to, you can post them to your friends, or you can decide, you know what, I'm going to keep them and put them on my fridge or use them as bookmarks. So we're going to do a little quiz just to see how many questions about superhero films you know and what everyone knows in terms of the base, knowledge base on superhero films. So if we go on to the first question, I think this one is easy. So Wonder Woman's real name, hold up red if you think it's Diana Prince, or hold up green if you think it's Diana Trevor. So we have a split. I have no idea. We have a split. So the answer is Diana Prince. And Diana Trevor is that if she had married Steve Trevor in the Wonder Woman film, that would be the case. So question number two is, who has played Batman? Is it red Ben Affleck, green Henry Cavill? So we have a few greens as well. So the answer is Ben Affleck. He is currently playing the Batman in the Justice League films, and he just played him in the Justice League, which came out last month. The next question, now this is guessing territory. Who is the director of Ant-Man? Is it red James Gunn or green Peyton Reed? Whoa. So that's really good because most people got it right. It is Peyton Reed. James Gunn directed The Guardians of the Galaxy. Could you tell from his face, perhaps, who's the director of Ant-Man? No? Could I tell from his face? Well, I know these guys' names without, you know, looking at the, you know, I would have recognized these guys. You've never seen them, actually. I've never met the guy. Okay. So number four. So now we're in serious guessing territory. Which one of these two films made the most money when they were released at the box office in the cinema? So was it Spider-Man 3 from 2007 or the reboot, The Amazing Spider-Man from 2012? So the answer is actually Spider-Man 3. Now that film made $100 million more than the reboot, and the reason that they rebooted is because they thought that Spider-Man 3 didn't make enough money. Number five. This is also a nice one. I like this. So last year, these two films came out, but which one of these films, Batman vs. Superman or Deadpool, made more money when it was at the cinema? And there is a trend. I can tell you, I've done this talk. I did it 34 times in Ireland last month. Most people go for Deadpool. The answer is Batman vs. Superman by $100 million. Number six. Where is Steve Rogers from? Is he from Queens or is he from Brooklyn? And if you are holding up
Brooklyn, you're absolutely correct. And he tells you that in Captain America Civil War because he has a conversation with Peter Parker and it turns out that Peter Parker is from Queens. And the last question, who is the main villain in the Spider-Man Homecoming film which came out this year? Is it the Vulture or the Tinkerer? Now, I'm looking for the main villain because both these guys were may or may not have been in that film. And there's a huge clue as to, well, both of them actually are, but the answer is the Vulture because he's the one that Spider-Man spends most of the time fighting in that film. And the Tinkerer, this guy on the right, he's the scientist who built the suit that the Vulture wears. All right. So that is our little knowledge base just to see how much people know about the superheroes. So what do you think of our audience? Pretty good. Yeah. Yeah, yeah, very good. Yeah, yeah. Okay, good. Yeah. What do you think of Barry? He's okay, isn't it? Yeah. Green. Green. Is green go or green? Yeah, green is go. Okay. Let's talk about science. You're a scientist. Yes, I am a scientist. You work at Delft University. Yes. You're originally a physicist. Yes, I did my... So what do you do now? So I am still... Yeah, that's an interesting question. So I'm a train as a physicist. Yeah. But now I work in a group on process and energy. So I'm looking at processing of biomass particles for the production of, potentially the production of biofuels with, I'm doing this work with Johan Padding at TU Delft. And while it's more involved in the processing of materials, I'm still using all of my physics background and my physics training. I see. To do dry computer models and to do this But there's work. No superhero stuff there, is there? Well, actually, one of our PhD students wrote a really nice paper about calculation of drag forces on non-spherical particles, so particles that are like ellipsoids. Yeah. And he looked at the drag forces on these particles, and it's a really nice paper, and it's published in a very good journal. And of course, these papers are very dense and hard to understand for the general public. So I said to Johan, I said, you know what, I'm going to write an article about our work and link it to superheroes. Okay. So I wrote an article that's now on BBC Science Focus magazine that talks about why the work of this PhD student is important for Iron Man when he's flying in his suit, because Iron Man is, when he flies, is a non-spherical particle. Yeah. Okay, and the particles that we look at are non-spherical. Now, I make an analogy that he could learn something about the drag forces. If Iron Man, if he's building the suit, could talk to us and figure out some work. So you could improve on his suit, for instance? I think I would only be minor, considering all of the stuff that Tony Stark actually made for the suit. I'm definitely not Tony Stark. Okay, he's better with that. Absolutely, yeah. I mean, he's smarter, he's got way more money than me, and he's got more resources, so he's up on three things. Things can change. He's not Irish, though, so I mean, he's not Irish, so I got that going for me, right? Okay, let's talk about science and superheroes. Yes. Obviously, like Martin told us, there's some technology in these stories, mm-hmm. these movies and these comics. Would you say it's the essence of superheroes, the technology? Well, you have to remember that a lot of these characters, when they were written in the 60s. Yeah. And many of the characters were written with the story in mind. So, for example, I believe that many of the X-Men characters, they came up with a character, mm-hmm. and then they put them in a situation, and then the writers would stop and go, what power should I give this character to get out of this situation? And when the writers then were writing about these characters, they don't necessarily have to follow the rules of science. Mm-hmm. They're not bounded by the laws that researchers like myself or other researchers in this room would be bounded by. Yeah. But in saying that, they may not have realized that they did put a lot of real science into it. So, for example, the X-Men characters themselves were their origins based on genetic mutation, and maybe in the back of the mind of the Marvel people, because of the significance of the identification of the DNA structure only about a decade beforehand, mm-hmm. that would have maybe been in their mind that we should talk about and integrate this into our story and the origin story of the characters. Okay. But do you think the writers actually study physics and chemistry and biology? Not back then. No. But maybe now. Okay. Yeah. The other way around, you're inspired by superheroes. Yes. Stories. What is inspiring in these stories to you? So coming from a scientific point of view, when I watch these films, for example, when I saw the X-Men film from 2000, yeah, the one with Hugh Jackman playing Wolverine for the first time, with his claws, yeah, which I believe will be quite sore, I think, if they're coming out all the time. but he's got accelerated healing powers, so he doesn't have any scars. When I left the cinema from that film, I actually remember going home and jotting down questions. Like what?
Would it be possible to have accelerated healing powers? Okay. Would it be possible to have retractable claws? Would it be possible to control magnetic fields to control metals? Would it be possible to control the weather? And I was a bachelor student in 2000 when that film came out, and I was a physicist. And a lot of those questions are based on biology. Sure. And there was no way that I had the skill set or the knowledge to be able to answer those questions then. And that's what I started to do as the films came out, when Spider-Man came out in 2002, when Spider-Man 2 came out in 2004, when any of the films that they, the future, the X-Men films that came out after that, the Fantastic Four, I saw the premiere of Fantastic Four in Times Square. I happened to be there that weekend when it came out, and I was there in a full theater. And I even remember coming out of that film in 2005 and going, flame on, is that actually something that we could actually replicate in the real world? So you come out from every premiere with a list of questions, actually. I do, yes. Yeah. I go in to enjoy them. I enjoy the film, absolutely. But then as soon as I walk out, I'm already asking myself the questions. Okay. And the questions are about improbability or possibility. How can this inspire? How can we use this not to just talk about an adventure, but to talk about an adventure, potential venture in scientific and ingenuity and innovation? Okay. And this is only you, but you seem to be convinced that this can be inspiring to students, to scientists at large. Yes. That's what your book is about also. Yes, absolutely. Yeah, I'm hoping to, because of course, borrowing on the popularity of these films, I mean, the five of the top 20 films of all time are superhero films. Yeah. In terms of the money they've made. The Marvel Cinematic Universe has made more than $13 billion. If every ticket was $10, that means that's $1.3 billion. If you've no repeat visits, that's 1/6 of the population of the planet. There's guys that go there 50 times, you know? Yeah. Oh, I'm never going to pay it 50 times. Oh, okay. I will watch it twice in the cinema, and then I'll buy it online. Still, it's huge. The reach is enormous. Mm-hmm. To think about how many people you can reach because they have a familiarity with the adventures of these characters, with the things that they can achieve, the things they can do. And many people will walk out of these films, and when I do talks, and go, I want to have that power. Yes. I'm a simple physicist. Most of what I see in these movies, I think by intuition, by instinct, this cannot be true. This is all fantasy. You seem to be thinking that there's a lot more possible than we think. I absolutely do think so. The example I'll give is the Invisible Woman. So Sue Storm, invisibility. Now, I've never seen a Harry Potter film. So for someone who's seen the Avengers 50 times, I've never seen one Harry Potter film. You've got some catching up to do. But I am aware that in Harry Potter, which is on the list of films there, that he has an invisibility cloak. Now, Sue Storm's power is genetic. She's able to manipulate her biological cells so that she can be invisible. She's one of the Fantastic Four. Fantastic Four, okay. So Sue Storm, or the Invisible Woman, has this amazing power. So there's a lot of researchers at the moment investigating the idea of cloaking technologies. Mm-hmm. Some of them are quite expensive, but some of them are quite accessible. And there is a device that has been built, and this is it here. And it's called the Rochester Invisibility Cloak. And it was built by a PhD student and his supervisor at Rochester. Wow. And the instructions to build this piece of technology are on Wikipedia. And it can be built with four optical lenses, just like the lenses in my glasses. Okay. And the paper, I've read the paper. And in collaboration with some people in the University of Twente, I built the cloak. So I think there's a slide maybe after this where, yes, this is the cloak. And I have this on my table at home. So it's made of four lenses. So on the left-hand image, you can see four lenses. There's one in the front. Then if you keep moving towards the back, you'll see another one. Yes. Then two and three. And in between the third and fourth lens, there's a Lego bridge. And the Lego bridge has a junction, which is a green block. Behind the last lens is Ant-Man. Yeah. When I look through the front lens, what I hope to see is Ant-Man's head and not see the green block. And that is exactly what you... That's what we see at the right picture. Or don't see. We see Ant-Man. We see Ant-Man. Yeah. And we don't see the green block. Okay. And this is what I call the alpha invisibility cloak. The analogy I always make with when I go do a talk is that if you were at the location of the Wright brothers' first flight in 1903, yeah, and you walked up to the Wright brothers after they flew that plane for 60 feet across a field, and you shook hands with Orville and Wilbur Wright, and you said, you know what, thanks to what you did here today, man is going to walk on the moon in less than 70 years. You think he would have believed you?
No. I don't think he would have. So I'm going to tell you right now, in less than 50 years, do you think we might have an invisibility cloak? I guess so, yes. Perhaps based on this principle or something else. Perhaps based on this or something else. Maybe yeah. I should sell cars if I can convince people that this is the case. But right. this it all has to start somewhere. This is the start. Okay. And this is something that you can build and have on your own, at home if you wish. Okay. And this comes from an idea. You might say that is more or less in fantasy. Yes, yeah. And it turns out to be possible. It turns out to be possible because it's just down to the physics of how the lenses bend the light. Yes. And it makes it look like that object isn't there. Right. Your book is actually about physics, but also about biology, yes. Et cetera. We'll hear some more about biology as well later on. Yep. When you think about superpowers, which would be your favorite? I would have to say, I'd be caught between one or two. I would love to have accelerated healing powers. Healing powers? Such as Wolverine or Deadpool. Okay. I would also love to have the powers of Colossus, who is in the Deadpool films and also in the X-Men films. Uh-huh. The character who has this organic steel layer. This is where the comic book writers abandon the science and they come up with this new material called organic steel. And in the book, I dedicate a whole chapter to Colossus and the biology of the character. Okay. Because, as you pointed out, I'm a physicist. Mm-hmm. I need to discuss the biology before I can talk about solving the problem. Sure. And I make an argument in the book that it's quite possible that it's not organic steel, but it's more than likely that it could be some sort of an organic graphene. Mm-hmm. That would be could be the material and to graphene replicate this. Graphene is this carbon stuff, one layer, atomic layer thick, with immense power. Huge possibilities and properties, such as could be used in electronic devices, right. That it's transparent and also very, very strong. So did the Colossus story inspire you to think about what he could be, and this turns out to be perhaps even possible in graphene? It could be possible that could be the material in the real world that could replicate what we see in the comic books. Right. Do you write papers about these thoughts and... Yes, I've just... So I wrote the book. And I realized that, you know, the book is very, it was a fantastic journey to write. Yeah. And now I've started to write scientific papers on this. So I just had a paper accepted. Really? Yes. In a journal called The Advances of Physiology Education. About what? So I wrote about Hawkeye, who many people think isn't a superhero. Hawkeye, help me out. So Hawkeye is the Robin Hood of the Avengers. He's the guy with the bow and arrow. Okay, yeah. We saw him. We just saw him in Avengers Age of Ultron. And the argument in the paper that his abilities are down to the fact that his eyesight is similar to that of birds of prey. Mm-hmm. And that he's able to see and resolve objects in a way that birds of prey can only do. Okay. And then I talk about, possible routes to replicating his power. One could be using genetic editing and genetic engineering, which we'll find out about later. Yeah. Or else you can talk about using modern technology. So, for example, you could use bionic lenses, which Alphabet Technologies are trying to patent at the moment, and also another company is working on it called Oxymetrics. Bionic lenses? Bionic lenses, yeah. Okay. And the aim is for healthcare. So they're looking to develop these lenses to replace the lens in a person who has cataracts. Right. Which is fantastic. It could be a huge help for people in getting back their eyesight and getting back their mobility and freedom. But I see that lens could be adapted, potentially, and changed so that you could give the wearer a vision which could be similar to that of Hawks in terms of the resolution and what they can see from a distance. So maybe 24 or 25 vision. Do you think that's desirable? Is it desirable? If we have a use for it, yes. Yeah. If it's something that could be of importance and relevance, I think so. I mean, but the guy is running through woods with a bow and arrow. Yeah. So. Doesn't sound like a life you and I would like to have. No, probably something I'm never gonna do anyway. I wouldn't be any good at bow and arrow anyway, so that's me taken out of the equation. Okay. Well, you could get rid of the glasses. I could get rid of the glasses and go for the bionic lenses. Me too. Yes. Okay. Well, thank you so much, Barry. No problem. Thank you, Barry. We hebben afgesproken dat ik nu weer in het Nederlands verder ga. Barry understands English. Dutch. En English. English en Irish, even Irish. Nu wordt het dus ingewikkeld, maar goed, het maakt niet uit. We spreken in principe Nederlands dus, is de afspraak. En Barry geeft in het Engels antwoord op vragen en andere zaken die aan de orde komen. Maar zijn er misschien vragen? Even microfoon. Could you explain how the invisibility cloak works?
Because I don't really... I mean, putting four glasses in a row sounds too easy. It does sound very easy, right? So what works is that you have your four lenses. There's a little trick mathematically that these two lenses here have the same focal length, and these two lenses here have the same focal length. Now, the distance between lens one and lens two is the same as between lens three and lens four. And then this distance here is whatever is left. So what happens is that you have light which is coming from a distant object. Let's say it's at infinity. As it passes through the lens four, the light starts to get bent in a certain way. And as it's bent and it goes through each of the lenses, it continually gets bent and confined to a certain region. So what you end up actually creating is kind of, imagine that the lenses together make a cylinder. And what happens is that the light from the distance only passes through a certain portion of that cylinder. So if you place an object outside of where the light is passing, in what's called the cloak region, then you won't see that object because the light is passing under it. So they showed an image with the fingers, okay? And you could see straight through full fingers. But the reason that works is because there is a little area at the center where it's not invisible. So if the person had put their full hand in, you'd actually see, you wouldn't see this part, but you'd actually see something in the center. And that's how it works. So it's not perfect invisibility, but it's almost perfect invisibility. Okay, wie nog? Dan gaan we gewoon verder met de andere twee podiumgasten die ik er nu bij haal. Om te beginnen Bert Otten. Hij is hoogleraar neuromechanica en prosthesiologie. Ik zeg het in één keer goed, Bert. Aan de Universiteit Groningen. Gespecialiseerd in beweging en begeleider van een aantal Blade Runners in het verleden ook. U weet al van die hardlopers die geen onderbenen hebben, maar van die prachtige springveren. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze daarmee wel kunnen rennen. En onze andere gasten, Reza Kartoze-Wong, mediawetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Iemand die gewend is door Hollywood-fantasieën heen te kijken en vast te stellen waar we het echt over hebben. Bert en Reza. Waar is Reza? Kom erbij. Reza. Ja, jullie mogen kiezen. Maak geen ruzie, zou ik zeggen. Heren. Ik begin even met Reza. Ja. Meteen aan de drank, wel ja. Ja, zo ben ik. Nee, dat mag hoor. Ik vroeg me af, ben je een liefhebber van het superheldengenre? Liefhebber wel, maar ik ben geen kenner, niet zo'n grote kenner. Maar je houdt wel van de films? Ja, zeker ja. Ja, 50 keer gezien al? Nee. Dat, Star Wars dat wel. En dat zijn ook helden natuurlijk. Ja. Maar dat idee van die helden, hè, daar moeten we misschien eens even mee beginnen. Het zijn natuurlijk... Ja, fantastische figuren in de letterlijke fantasie zin van het woord. Toch omschrijven we ze als helden. Waar zit dat in? Nou ja, ze kunnen natuurlijk ze kunnen dingen die wij niet kunnen. Ze mogen ook dingen die wij niet mogen. Ze mogen dingen die wij niet mogen. Nou ja, om hun doelen te bereiken moeten ze soms regels overtreden. Ja. Dat mogen wij niet. Echte leven niet. Dat is ook een reden. Dat is bijvoorbeeld ook waarom mensen ook videogames spelen. Omdat je in videogames regels die je in het echte leven, zeg maar, waar je in het echte leven aan moet houden, die kun je in videogames overtreden. En ja. Datzelfde gebeurt dus ook met het kijken naar films of tv-series. Het is een soort laboratorium waarin je als kijker, zeg maar, een beetje kunt uittesten wat de grenzen zijn van wat we mogen. Ja, je bent mediawetenschapper, dus het gaat ook over wat er gebeurt als wij media consumeren. Ja. Er zijn heel veel mensen, nou, we hoorden de cijfers over hoeveel publiek zo'n film trekt. Heel veel mensen die dat interessant vinden of spannend. Identificatie met dat soort figuren, is dat daarbij van belang? Ja, zeker. Moet je bijna Iron Man voelen om het mooi te vinden? nee, dat niet per se. En als we het hebben over die identificatie, dan we hebben het hier natuurlijk specifiek over superhelden, maar in mijn onderzoek en in mijn onderwijs heb ik het over helden en hoofdpersonages in zijn algemeenheid. Ja, ja. En wat je inderdaad ziet is dat
om van een film of een tv-serie te kunnen genieten, moet je op een of andere manier wel aan het karakter kunnen binden. Je moet je op een of andere manier wel met het karakter kunnen identificeren. En dat kan soms op basis van eigenschappen die bijvoorbeeld... Dat kan soms op basis van bijvoorbeeld gender of etniciteit, ras. Ja. Maar het kan ook op basis van gebeurtenissen in het dagelijks leven. Als een karakter op televisie of in een film iets meemaakt wat een kijker ook heeft meegemaakt, dan leidt dat natuurlijk ook tot een bepaalde vorm van identificatie, ja, met... Zoals gepest worden op school, ja, en dan, ja, ontdekken dat je tegen, ja, een flat op kunt lopen. Ja, ja, ja. Als een vorm van escapisme zou je bijna zeggen. Zeker, zeker. Ja, dat is natuurlijk ook... Kijk, ik vind het heel fijn om te horen dat ook vanuit andere wetenschappelijke disciplines er serieus gekeken wordt naar superheldenfilms en films in zijn algemeenheid. Ja. Normaal gesproken, wat er vaak wordt gezegd over populaire cultuur en entertainment in zijn algemeenheid, is dat het, ja, het is maar vermaak, het is maar escapisme. Maar we zien, en daar ben ik blij omdat dat ook door mijn collega is gezegd, we zien dat het ook echt betekenis heeft voor mensen. Ja. En ja, escapisme is waardevol, mm-hmm, voor de kijkers. Ja, anders zouden ze het niet opzoeken, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Je zei al even, die identificatie kan ook met diversiteit te maken hebben. Zeker. Als ik zo naar die superhelden business kijk, mm-hmm, dan zijn dat vooral witte mannen. Ja, ja, er is een enkele groene bij, heb ik gezien. Maar sommigen zijn blauw-rood, ja, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Is dat iets waar jij als mediawetenschapper... je zorgen over maakt? Is dat raar? Nou ja, voor mijn proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar Nederlandse jongeren van Zuidoost- en Oost-Aziatische afkomst. Ja. En wat uit mijn onderzoek onder andere blijkt, is dat een van de redenen waarom deze jongeren zich afkeren van Nederlandse populaire cultuur en entertainment, dat een van de redenen is omdat ze zich niet herkennen in de Nederlandse films en tv-series. Je ziet vrijwel geen personages van Aziatische afkomst. Mm. En ja, die zien ze wel wat meer in bijvoorbeeld Amerikaanse films en tv-series. En dat geven ze ook in mijn onderzoek aan. Het is inderdaad wel zo dat bijvoorbeeld ook in Amerikaanse Hollywoodfilms personages van Aziatische afkomst stereotyp worden afgebeeld. Maar ze zijn er in ieder geval. En ze zijn onderdeel van de natie. Dat wordt door een van de respondenten ook letterlijk zo gezegd. En dat zien ze dus niet terug in Nederlandse films en tv-series. En dat is een van de verklaringen voor het feit dat ze vergeleken met andere Nederlandse jongeren vrijwel geen Nederlandse films of tv-series consumeren. Dus ik maak me daar... Ik maak me bijvoorbeeld in die zin ook zorgen voor de Nederlandse film- en televisieindustrie. Want ze missen een groot deel van de markt. Mijn onderzoek richtte zich echt alleen op jongeren van Aziatische afkomst. Maar je kunt je voorstellen dat dit ook geldt voor jongeren van Surinaamse of Marokkaanse of Turkse afkomst. En dat even verplaatsen tot slot naar het superhelden genre. Ja. Die we in Nederland volgens mij niet maken. Of, nee. Dat is ook gewoon tamelijk wit. Ja. Nou, dus je ziet wel dat er in de laatste jaren wat verandering in Hollywood te zien is. Mede ook vanwege de opkomst van diensten als Netflix, die er wel in slagen om meer diversiteit aan te brengen in hun producten. En je ziet dat er dus wel wat meer diversiteit, ook als het gaat om de rollen van de afbeeldingen van vrouwen bijvoorbeeld in superheldenfilms, die veranderen ook. Maar het gaat wel langzaam. Maar we kijken, er wordt heel erg uitgekeken naar de release van Black Panther volgend jaar. Black Panther? Ja, dus toch. Ja, nou ja, ja, daar kun jij meer over vertellen dan ik. You've ticked it already. Black Panther, yes, yeah. Yeah? Yeah, it's a hugely momentous film for a number of reasons, because this character, and it's based in a fictitious country called Wakanda in Africa.
and it's a very technologically advanced country. And this film is very momentous for a number of reasons. As you pointed out, this character is from the first, let's say, African lead superhero film that the Marvel Cinematic Universe have, but also plays a huge role in the Avengers Infinity War film, which is out in April. This film is hugely important because it connects everything that's happened until now to what's going to happen in this huge film that's going to come out. A key role. A huge key role. And he's a key hero, key character in the whole universe now. Okay. Ik moet even reclame maken tussendoor trouwens. Dat moet van Lucas Keining van Nemo Kennislink hier. Dit zijn pillen. Dit zijn pillen. En als u hier nou dadelijk iets komt drinken, dan moet u meteen ook een van die pillen nemen. Dan voelt u zich namelijk echt een stuk superder van. Ik zet ze hier neer. En tot zover de reclame. Bert, uit Groningen. Hoogleraar bewegingswetenschappen, mag ik het zo noemen. Ja. En eigenlijk vooral ook bezig met de combinatie van prosthetica, dus kunstledematen, mag ik het zo zeggen, en normaal bewegen. Ja. Wij hebben een keer eerder met elkaar gesproken, toen hadden we een Blade Runner bij het gesprek. Die hadden we meegenomen. Ja. Die hadden we meegenomen. Ja. Nou, ze was gewoon zelf gekomen natuurlijk. Een Olympisch kampioen overigens. Dus vergis u niet. Maar het gaat over, laten we zeggen, hulpmiddelen die gehandicapten weer aan het lopen kunnen brengen. Ja, dat niet alleen. Ook bijvoorbeeld topsporters verder helpen. Dus die zijn al heel volledig. Dat zijn al helden. Ja. Maar die kun je dus nog weer beter krijgen. En mensen die dus een ongeluk hebben gehad en een prothese nodig hebben. Die kun je dus zover krijgen dat ze die hulpmiddelen ook heel goed kunnen gebruiken. Het gaat om het vermogen van het brein om zich aan te passen aan een nieuwe situatie. Ja. En eigenlijk speelt dat natuurlijk ook een rol bij al die superhelden. Nou ja, dat was natuurlijk een connectie. Ja. Ten eerste, hou je van dat soort films? Vind je dat interessant? Ik vind het interessant met name de fouten die erin zitten. De fouten? Ja, ik zit onmiddellijk me rot te ergeren aan dingen die niet kloppen. Hij stelt vragen en jij noteert fouten. Ja. Die wetenschappers, als ze naar de film gaan. Ja. Hè? Ja. Maar wat voor dingen dan? Nou, wat ik heel interessant vind, is de dynamica van bewegen. Als mensen sprongen maken en dergelijke. Ja. En dat klopt helemaal niet. Dat begon al met Jurassic Park. Daar was gewoon maar één scène, was verschrikkelijk goed. Want die was gebaseerd op het filmen van struisvogels. En daar hadden ze netjes dinosaurussen omheen gerenderd. En die klopte. Ja. Daar hebben ze ook heel veel geld voor gekregen om de film te gaan maken. En de rest was gewoon gerenderd met hele knappe artiesten die dat deden. Maar de dynamica klopte helemaal niet. De vluchtfases niet. Maar het was natuurlijk, daar was niet dynamica, om te doen. Dan bedoel je dat als iets springt, heeft het een bepaalde beweging en die was daar niet te zien. Ja, je kunt niet alles doen met een lichaam. Dat kan niet. Dus, en dat was gewoon te zien. Als jij in het midden van de lucht een vuist uitsteekt, dan heeft dat effect op de rest. Ja. Als ik dat niet zie, klopt het niet. Ja. En natuurlijk ook het hele verhaal over zo'n man die een pak aan heeft die zijn krachten versterkt. Ik zit onmiddellijk te denken, wat moet dat arme breintje daarmee? Want dat moet zich kunnen aanpassen. Wij gebruiken veel simpelere hulpmiddelen. Bijvoorbeeld, wij stappen in een auto waar bijna alle vrijheden uitgehaald zijn. Je kan alleen een beetje sturen en gas geven, that's it. Aha. Omdat dat te besturen is. Ja. Zodra je een ingewikkeld pak aandoet met allemaal ledematen en motoren, dan moet dat brein dat wel kunnen aansturen. En ik weet genoeg van het brein dat dat een groot probleem is. En je kunt dat in een film vormgeven, maar voordat wij dat in het echt voor elkaar hebben, zijn we nog niet klaar. Ja. Dus je hebt eigenlijk twee punten van kritiek. Eén, die sprongen die kloppen niet. Ja, maar het andere is, stel dat ze wel kloppen, hoe werkt dat brein dan? Hoe kan dat aansturen? Ja, en dat weten we van de ontwikkeling van bijvoorbeeld prothesen. Ja. Hoe armzalig dat is. Vergeet niet dat als jij een hand hebt, elke vingertopje heeft tienduizenden zenuweindigingen naar je brein. Ja. En super subtiele sturing van al die spieren. Als je dit eraf hakt en je hebt een paar motoren en een paar sensoren, dat is armzalig vergeleken bij wat je eraf hebt gehaald. Aha. Dat ga je niet zomaar goed maken. Vandaar dat een prothese altijd minder is dan wat je eraf hebt gehaald. Ja. Nou, als je nou niet een prothese wil, maar een lichaamsextensie, heb je hetzelfde probleem. Dus dat is nog niet klaar. Nee, dat begrijp ik. Dat zeg maar goed ook trouwens, want het is je werk tenslotte. Ja. In de praktijk, wat voor soort projecten doe jij?
Nou, ik werk met topsporters. Ik werk met mensen die een prothese nodig hebben. Zowel armprothese als beenprothese. Ja. En we zijn bezig met projecten bijvoorbeeld om mensen te leren om hun gewrichten te ontzien. Zodanig dat ze hun knieën niet overbelasten in een sportsituatie. En dat moet dan zo gebeuren dat het helemaal automatisch gaat. Ja. Zodra ik over een knie ga praten, dan gaan ze zich concentreren op die knie en gaat het juist fout. Je moet knieontlasting moet je doen in de situatie in het veld zelf. Dus Aha. daar hebben we allerlei methodes voor ontwikkeld om sporters precies op het goede deel van het brein te prikkelen. Ja. Want dus dat geldt ook voor die supermensen. Die moeten natuurlijk niet te veel bezig zijn met de taken die ze moeten doen. Er niet te veel over nadenken, want ze hebben hun aandacht voor iets anders nodig. Ja. Dus een heleboel moet automatisch gebeuren. En hoe krijg je dat daar? Nou, dat is iets wat ons heel erg interesseert. En daar hebben we ook nieuwe visies op ontwikkeld. Ja. Nu, die sporters met wie je werkt, dat zijn mensen die ongelukken hebben gehad. Dat kan, ja. Zijn daar ook gewoon, zeg maar, mensen met hun hele lijf, daar kijk je ook naar? Nee, meestal is het een deel, want dat is nog te doen, zeg maar. Als je echt alleen nog maar een hoofd over hebt, dan wordt het lastig. Althans, bewegelijk. Ja, zeker. Die films, daar zit natuurlijk allerlei waanzinnige gadget in en dergelijke. Je zei al, als ik een kunstarm moet of een kunsthand moet maken, dan heb ik niet tienduizenden neuronen, maar dan heb ik misschien 2 of 3 draadjes. Ja. Ben je jaloers op wat je daar ziet? Nou, niet omdat ik weet dat het niet echt is. Ik vind het heel knap werk trouwens om zo'n film in elkaar te steken. Ja. Dat vak waardeer ik wel. Maar ik zie ook wat het gat nog is naar wat we werkelijk kunnen. Maar dan wil ik even terug naar wat Barry zei. Het is ook een soort inspiratiebron. Je kunt af en toe denk je van verdorie zeg, stel nou dat kunt. Ja, het speelse aspect waardeer ik enorm hiervan. Ja. Wat je moet doen is vooral gaan zoeken naar je grenzen en je mogelijkheden en zien waar je vastloopt. Mm-hmm. Dus ik waardeer dat heel erg. Je moet blijven proberen. Maar ik zie ook wel wat de eerste problemen zijn die we nog lang niet opgelost hebben. Ja. Dus het gat is nog heel groot. Ja. Jouw studenten, die heb je. Leggen die ook die relatie met, Iron Man? Ik mag graag speelse dingen doen in colleges. Met name 's morgens om 9 uur om ze een kickstart te geven. Dus ik laat ze de gekste dingen zien. Oké. Okay. Absoluut. Wat dan? Doe je voorbeeld? Nou, dingen uit het nieuws of zo. Rare gebeurtenissen. Ja. Mensen die ergens uitvallen en dat overleven. En dan vraag ik van, hoe kan dat eigenlijk? Waarom leven ze nog? Zo'n funniest home video aflevering. Nou, bijvoorbeeld heel nare filmpjes van kinderen die tegen een glazen deur aanlopen en achterover vallen en weer opstaan. Ja. En dan vraag ik, waarom is dat kind als een slappe pop? Uh-huh. En daar is een hele goede reden voor, want dat brein schakelt onmiddellijk alle krachten uit om minder letsel te krijgen. Ja. En daar ga ik dan langzaam naartoe. Dus dat en zijn eigenlijk jouw superhelden, zou je kunnen zeggen? Absoluut, wij zijn allemaal superhelden. Kijk, daar heeft u het weer. Ja. Ja, vergeet die pillen niet, hè? De andere kant op. Hij maakt protheses die eigenlijk heel simpel zijn vergeleken bij de gadget. Kunnen die protheses leren van jullie gadget? Well, you mentioned there about the idea of replacing, giving people arms, and you have to deal with the whole the issues with the neural connectivity. Yeah. There's one character in the films who has a fully prosthetic arm. Right. And he's the Winter Soldier, for those who don't know him. His name is Bucky Barnes. Mm-hmm. He'll probably appear in the Black Panther film in an end credit scene, more than likely. And this character lost his arm, and he has a fully replaced arm. So. Yeah. What Martin has said is that I look at that as that's the end goal. Yeah. This is a fully working prosthetic arm. But in the real world, there are examples of people who have this. There's a guy in the UK, his name is James Young. He was in an accident on the rail network in London. Mm-hmm. Okay. And he lost his ankle and he lost his full arm. Yeah. And then there was a company who wanted to give him an arm that looks like the arm from Metal Gear Solid, from the computer game. And he is a computer game huge fan. He taught himself how to play computers games again with one arm. But now he's been given this arm, which is a real drone.
in the shoulder that flies, that he can charge his phone on. He has a phone in there, has a watch, and he can now, this is it exactly here, and he is able to use this device. But this is echt. This is echt. Wow. Yeah, yeah. That's my Dutch. Yeah. Yes. Yeah. Maar mag ik een tegenvoorbeeld geven? Er is een man die heette Bionic Man in Amerika en die werkte voor een hoogspanningsfirma. Ja. En die hing op een zeker moment aan zo'n draad, omdat die viel. En zijn beide armen waren er afgebrand. Dus die was tot hier geamputeerd. Ja. Daar hebben ze twee armen voor gemaakt. En die man heeft geleerd om met zijn borstspier, om dat gedeeltelijk aan te spannen, heeft hij alle vrijheidsgraden van die arm heeft hij leren besturen. Dat laat hij ook zien op film. En hij moet zich enorm concentreren om dit te kunnen doen en dat te kunnen doen. Het lukt wel. Ja. En iedereen is onder de indruk. Fantastisch, dat gaat richting dit. Ja, ja. En als je doorvraagt aan hem, zegt hij, thuis doe ik ze af. Ik word er back af van. Ja, ja, ja. Omdat het brein nog steeds de hele tijd heel bewust dingen moet doen die eigenlijk automatisch zouden moeten gaan. En daar moeten we naartoe. Het moet automatisch, anders is het te veel een belasting. Ja, ja, ja. En dat jouw stelling van het moet automatisch, dat is ook iets wat je in je onderzoek probeert te bereiken. Ja, je kunt het wel leren, maar er zitten grenzen aan. Ja, ja. En je kunt het ook meten of het automatisch geworden is. Ja. Je kan mensen afleiden, sommetjes laten maken, dan kan je zien of ze het automatisch kunnen. En je zou die meneer met die twee armen waar je net over spreekt, die zou je dus graag een keer onder handen willen nemen. Nou, een beetje rare term in dit verloop. Maar toch. Ja, ik denk dat hij het uiterste er al uitgehaald heeft. Ja. We zitten hier echt tegen het plafond van wat er kan. Dus dat is een beetje zorgelijk. Ja. Je kunt het niet zomaar vervangen. Ja, dat begrijp ik. We gaan eventjes dit onderbreken en we gaan naar Delft. Althans, we blijven hier, maar we hebben een paar Delftse onderwerpen nu op een rijtje. Het is wonderbaarlijk, maar het is echt waar. We gaan naar Delft, waar ze werken aan iets wat heet een exoskelet. Een pak dat mensen laat lopen die dat op eigen kracht niet of niet meer kunnen. Dankjewel. Bij ons om over dat Project March, het heet altijd in het Engels natuurlijk, Project March te praten, Megalie Pons. Dag Megalie. Hi. Goeiedag. Ik ga het één keer zeggen, het is Magalie, sorry. Magalie? Magalie, ja, het is Frans. Oh, kijk, ik heb al zitten zoeken, ben je Zweeds? Nee, je bent gewoon, nee. Nee. Nou, maakt niet uit, Project March, dat is tenminste Engels. Ja. Even kijken, laten we beginnen met het project even. Ja. En vertel eens wat we hier zien, want dit is eigenlijk waar jullie aan werken als studenten in Delft. Zeker. Wat is Project March? Project March, in één zin heel duidelijk, is het teruggeven van volledige mobiliteit aan dwarslezenpatiënten. Ja. Hoe doen wij dat? Dat doen we aan de hand van een exoskelet. Een exoskelet is binnen Delft dan een hele bekende technologie, maar voor de mensen die het niet weten, het is eigenlijk een soort robotisch motorisch harnas. Een ijzeren frame dat aan de zijkant van de benen geplaatst kan worden en met behulp van een soort input device aangestuurd kan worden. Dus daarin kan je aangeven dat je wil lopen, wil opstaan. En op die manier kan een dwarslezenpatiënt daadwerkelijk uit zijn rolstoel opstaan en dus weer lopen. Ja. En dus een stuk meer mobiliteit terugkrijgen. Want denk bijvoorbeeld als je hier binnenkomt lopen, dan ga je een trap af naar beneden. Je moet een deur door, een drempel over. Dat zijn allemaal hindernissen die in een rolstoel heel moeilijk zijn, maar die een exoskelet helpen om dat te overkomen. Mm-hmm. En dit doen wij met een team van studenten. Studenten die allemaal een jaar lang fulltime zich hiervoor inzetten op vrijwillige basis. En dat doen we dan elke dag van 9 tot 6. En daarbij hebben we één heel belangrijk teamlid. Want we zijn al met z'n 18e, maar de allerbelangrijkste, dat is onze piloot. Jullie piloot? Onze piloot, heet zo dat noemen zo? Wij dat. Ja. Okay. Daar is ook een reden voor, want zoals jullie net al zagen, is het exoskelet eigenlijk afhankelijk ook van krukken. Dus degene die in het exoskelet zit, heeft krukken nodig om zijn evenwicht te houden. Ja. En bij commerciële modellen van het exoskelet kan je dus aangeven of je wil lopen door middel van een horloge. Maar dat betekent ook dat jij een van je krukken moet optillen en dus een stuk van je stabiliteit en evenwicht uit handen moet geven. Ja. Nou, wij als studenten zijn op zoek naar innovatie en ook verbetering. Dus wij hebben dat afgelopen jaar aangepast. En wat ons doel is om volledige controle ook terug te geven en daadwerkelijk degene in het pak de bestuurder te laten zijn, noemen we deze ook piloot. Ja, en dus hebben we dus ook het input device niet meer in het horloge gedaan, maar in de kruk, zodat dezegene altijd zijn krukken op de grond kan houden. Input device in de kruk, dat betekent dat je met je kruk kunt aangeven wat er moet gebeuren? Ja, zeker. Oké. Okay. Wat zijn dan commando's, mag ik het zo noemen? Ja, zeker. Wat zeg je dan? Van loop?
Bijvoorbeeld. Ja? Of sta op uit een diepe sova. Ja, ja. Of een trap lopen. Dat heeft weer een andere loopoptie, een andere beweging natuurlijk. Een helling lopen heeft ook weer een andere beweging. Een ander onderdeel waar we naar kijken is een onregelmatig parcours. Ja. Dus denk aan dat je een kleine hobbel hebt waar je overheen moet. Aha. Stappen vooruit, stappen achteruit. Dat zijn opties waar je naar kijkt. Ja, en ontwikkelen jullie dit zeg maar met de piloot in dat ding om te zien hoe je het beter kunt krijgen? Of gaat er heel veel theorie aan vooraf? Hoe werkt dat? Nou, er gaat sowieso een heleboel theorie aan vooraf. Ja. En dat is ook het waardevolle van ons team. Er gaan teams aan ons vooraf en het team vernieuwt elk jaar. En daarbij ja, krijg je een heleboel kennis overgedragen. Het is een project dat over meer generaties loopt eigenlijk. Ja. Aha. En je gaat elk jaar weer een nieuwe innovatiecyclus door. Maar waar wij ons als project ons in onderscheiden is dat wij heel nauw samenwerken met dus de piloot. In een soort vorm van co-creatie. Dus dat betekent dat onze piloot, dus vorig jaar was het Ruben, dit jaar hebben we Sjaan. Die komt één keer per maand ongeveer langs bij ons in de Dream Hall. Zo heet het kantoor waar wij zitten. Ja. En die komt daadwerkelijk met ons kijken naar... Kijk, ik heb in het commerciële model gelopen en ik heb gemerkt dat hier ruimte voor verbetering is. Hier snijdt het, hier kunnen jullie iets aanpassen. Dit zou een toegevoegde waarde zijn. Ja. En op die manier proberen wij daadwerkelijk echt features of aspecten aan het exoskelet toe te voegen die echt het verschil maken. Even voor de duidelijkheid, jullie piloot, hoe heet die? Sjaan dit jaar. Afgelopen jaar, dit is Ruben. Ruben. Dit was van het dat zijn mensen met een dwarslesie. Ja, zeker. Dus die hebben echt het probleem dat ze niet kunnen lopen. Ja. En jullie laten ze lopen. Ja. Dat moet de eerste keer, moet dat iets heel heftig zijn, of niet? Ja, nou ja, ben je er wel eens bij geweest dat het... Zeker. Ja. Ja, hoe gaat dat dan? Wat gebeurt er? Nou ja, hoe iemand opstaat in een exoskelet nee, en hoe het eruit ziet. Hoe het eruit ziet, dat begrijp ik wel. Maar dat moet toch ook een emotie zijn, lijkt zeker. Mij. Er zit een heel groot emotioneel voordeel aan verbonden. Want je kunt je voorstellen dat als jij je hele leven lang in een rolstoel zit... mensen altijd op je neerkijken. En je als het ware toch een beetje buitengesloten wordt bij bepaalde aspecten van de maatschappij. Mm-hmm. Op het moment dat jij weer op kan staan, kan je mensen in de ogen aankijken. Ja. En dat is iets wat voor de piloot, wat ze aangeven, een hele grote toegevoegde waarde is. En het is gewoon ook weer een stukje van mobiliteit wat je terugkrijgt door middel van een exoskelet. Waardoor je weer echt mee kan doen. En wij hopen dus ook dat dit in de toekomst de vervanger van de rolstoel wordt. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar niet alleen ingenieurs bij nodig hebt, maar misschien ook zelfs wel psychologen. Ja. Het selecteren van onze piloten, dat doen we eigenlijk samen met de Sint Maartenskliniek. Dat is een partner van ons. En voordat ze... Wat is dat? Een revalidatiecentrum. Okay. In Nijmegen zit dat. Mm-hmm. En ze hebben een trainingsprogramma met een commercieel type exoskelet. En voordat wij daadwerkelijk een piloot gesuggesteerd krijgen... gaan zij eerst een trainingstraject doorlopen met een dwarslezenpatiënt. En daarbij kijken ze heel erg ook naar hoe iemand daar fysiek op reageert. Want je moet natuurlijk heel veel sterkte hebben, ook in je armen. En je moet in goede conditie zijn. Ja. Maar ook emotioneel. Want wij zijn natuurlijk een studentenproject en we zijn ook een onderzoeksproject. En daar komen soms tegenslagen bij kijken. Ja. En daar moet iemand wel tegen kunnen. Ja. En dat is iets waar wij ze in de Sint Maartenskliniek heel goed advies ook over kunnen geven. En samen met hen gaan we dus op zoek naar een geschikte kandidaat. Ja. Die ook enthousiast is over het project en er graag aan mee wil werken. Ja. En ook een hele grote toegevoegde waarde is voor ons project. En samen met de piloot kijken we dan naar hoe we het zo goed mogelijk kunnen verbeteren. Waar moet dit heen gaan? Wat is het doel? Jullie doen een jaar en dan heb je heel veel geleerd. Een punt gehaald, dat is allemaal heel belangrijk natuurlijk. Ja. Veel geleerd ook over hoe je zo'n project moet doen, neem ik aan. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om een echt exoskelet, neem ik aan. Ja, je krijgt er dus geen punten voor. Dus je doet het echt voor jezelf en dus ook voor de maatschappij. En als je dan gaat kijken naar de toekomst, wat kan zo'n exoskelet toevoegen, dan wil je dus uiteindelijk dat dit de vervanger van de rolstoel wordt. Ja. En als je dan naar de doorontwikkeling van een exoskelet kijkt, het zou fantastisch zijn wanneer het alle vrijheidsgraden kan aannemen die een mens ook kan. Als het onder je kleren gedragen kan worden en je het niet meer zou kunnen zien. Als je daadwerkelijk verschillende stapgrootte, stapsnelheden zou kunnen. Dat zijn dingen waar je in de toekomst aan moet denken. En hoe je daar komt, dat zijn allemaal stappen en innovaties die nog moeten komen. Die nog moeten ontwikkelen. Want de techniek is er in kleinere stukken bijvoorbeeld al wel. Maar het moet wel allemaal toegepast worden en samenkomen vanuit verschillende disciplines in één project. Ja, en dat ja, gaat stapje voor stapje. Ja. Letterlijk. Ja, dat begrijp ik. Dat grapje heb je vast al vaker gemaakt. Ja, die heb je zo vaak gemaakt. Je zegt in dit soort bijeenkomsten zeg je altijd dingen die een beetje raar zijn. Ik heb het alsmaar over handen en voeten en zo. En dan denk je,
dat, eigenlijk is dat niet gepast. Even naar Bert, dit is natuurlijk heel interessant. Fantastisch, ja. Dat je zo'n pak absoluut eigenlijk kunt aanmeten en ook stap voor stap leren hoe je dus zoiets moet gebruiken. Absoluut, dit is een hele mooie route. Je ziet hier ook aan dat iets wat voor ons heel eenvoudig is, namelijk dynamisch balans, wat jij nu aan het doen bent, dat niet zomaar gedaan is. Dat is hartstikke moeilijk. Want daar zijn die krukken voor. Daar zijn die krukken voor en dat wil je natuurlijk ook vanaf. Ja, zeker. Maar dat is een van de toekomstige mijlpalen die jullie natuurlijk gaan halen uiteindelijk. Ja. Dat is niet zo makkelijk. En ja, zo'n exoskelet, een van de dingen is natuurlijk, hoe wordt dat je eigen? Hoe wordt het een onderdeel van je lichaam? Als je een goede protheseloper hebt, die ervaart die prothesevoet als onderdeel van het eigen lichaam. En dat exoskelet zou eigenlijk ook dus een gevoelsonderdeel moeten worden van het eigen lichaam. Ja. En dan pas gaat het beter functioneren. Ja. 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 Want een van de dingen die ik mij afvraag bij dat lopen is natuurlijk, hoe weet de proefpersoon, de piloot, waar zijn of haar been is bijvoorbeeld? Ja, dat is ook iets waarbij we met de piloot heel nauwkeurig naar kijken in het ontwerp al. Ja. Wat vinden zij een prettige manier van feedback? En natuurlijk is het heel fijn dat op het moment dat je je input device, dus je selectieoptie in je kruk hebt zitten, je altijd je eigen benen kan zien. Dat is één. Ja. Je kan het zien. Het geluid van de motoren is twee. Hij is niet geluidsloos. Dus een exoskelet maakt geluid en daadwerkelijk je hoort het echt. Het robotachtige beweegt. Geluid inderdaad. Ja. Ja. Krijg je de terugkoppeling van, oh, dit is mijn rechterbeen, dit is mijn linkerbeen. Maar je zou ook kunnen kijken naar lichtsignalen bijvoorbeeld, die vanuit de kruk op de grond geschenen worden, zodat je een stuk verder kan kijken dan per se naar je eigen voeten. Ja. Ja, Dat zijn allemaal ontwikkelingen. En, dan is en dat zijn allemaal ideeën waar jullie ook aan werken. Ja, maar dat is ook iets wat we voorleggen aan onze piloot. En daar commentaar op vragen van, wat zijn dingen die jij graag terug zou willen zien in het exoskelet? En wat denk jij dat een toegevoegde waarde is? Ja. En dan is het natuurlijk wel de afweging die je maakt van, ga ik volledig af op de mening van de piloot? Of geef je iemand ook een keer iets wat ze eigenlijk denken niet nodig te hebben, maar met terugwerkende kracht toch heel fijn vinden? Ja. Tot slot, is hier een bedrijf bij betrokken? Nee. Nee, is dat wel de bedoeling? Nee, ook, ja, ook niet. Nou ja, er zijn meerdere bedrijven bij betrokken als partners die ons dus helpen met kennis of bijvoorbeeld productie van onderdelen. Maar we zijn wel een zelfstandige stichting, als het ware. En wij doen het ook echt als research en development. En juist omdat we niet commercieel georiënteerd zijn, biedt dat ook een heleboel mogelijkheden voor innovatie. Omdat je niet bepaalde opties afschiet vanwege puur de geldreden. Als iets te duur is, dan kunnen wij het alsnog doen, omdat we niet commercieel hoeven te gaan. Dus het gaat ons echt van om het verbeteren zorg. Van de techniek. Ja. Ja, ja, ja. Oké, vragen? Iemand? Opmerkingen? Ik heb misschien nog... Oh. Ja, hier? Wat zou zo'n exoskelet moeten kosten op het moment dat jij als gehandicapte daar serieus wilt gaan maken? Ja, dat is een goede vraag, hoeveel het gaat kosten. Ons model is sowieso niet geschikt om commercieel te gaan, dus daar ga ik ook geen uitspraak over doen over hoe duur die is. Maar een commercieel prototype is ongeveer €100.000. Dus dat betekent ook dat het niet toegankelijk is voor elke rolstoelgebruiker. Dat is waar die Maartenskliniek bijvoorbeeld mee experimenteert? Ja, de ReWalk is dat. Een ton. Sorry? Zo'n ding kost een ton. Een ton, inderdaad. Ja. En er zijn op dit moment 4 mensen in Nederland die dus een eigen commercieel prototype bezitten. Ja. Waaronder Ruben, dus de piloot van de March 2. Dat is ons prototype exoskelet. Alleen die heeft dat via een crowdfunding campaign kunnen kopen. Op dit moment is het ook nog niet vergoed in zorgverzekeringen. Ja. En dat is iets waar Ruben zich ontzettend hard voor maakt. Want hij denkt ook van op het moment dat er meer vraag is naar zo'n prototype, dan komt er ook meer aanbod vanuit de markt. En dan wordt het interessant voor zo'n zorgverzekeraar om erin te stiften. Ja. En wanneer dat kan, ja, dan kan je nog sneller gaan doorontwikkelen natuurlijk binnen de technologie om daadwerkelijk de rolstoel te gaan vervangen. Ja. Interessant. Ja. Dankjewel voor je uitleg. Zeker. Magali, dankjewel. Ik ga je weer van je stoel afduwen. Ja, nee, helemaal goed. Ik ga naar mijn eigen plek. Oké, want we blijven even in Delft. We hebben het natuurlijk over de vraag of iedereen superheld kan zijn. Superman, rondsoeven als Superman, zwieren als Spiderman, et cetera. Een potje knokken zoals de Hulk of Captain America. Hoe ver kun je eigenlijk gaan? Dat is toch een beetje ook een vraag waar we hier vanavond wat antwoorden op zouden willen hebben. En een van de gebieden waar je eens aan zou kunnen denken is, je kweekt gewoon superhelden. Al dan niet uit jezelf, bijvoorbeeld. We hebben een biotechnoloog gevonden, Robert Mans van de TU Delft. Ik zie niet waar die is.
Oh, hij zit helemaal daarachter. Om eens even uit te leggen wat er eigenlijk zou kunnen. De vraag, de echte vraag is... Stel nou dat ik een Hulk zou willen worden. Kan dat? Robert, vertel. Ja, dat is een vraag die misschien niet geheel verrassend bij Barry oorspronkelijk vandaan kwam. Ik doe heel veel met DNA in het lab en het modificeren van DNA. En Barry hoorde over de technieken die ik gebruikte en die had weer een van zijn vragen. Kun je dit soort technieken gebruiken om inderdaad superhelden te maken? Nou, dat vond ik heel leuk om over na te denken. En toen dacht ik van nou, als ik met laat zeggen, de technieken zoals ik ze ken en zoals ik ze toepas... Niet op mensen, daar zal ik straks heel kort wat over zeggen. Maar stel dat ik dat toch zou willen gebruiken om een superheld te maken. Welke superheld zou ik daar dan mee kunnen creëren, mee kunnen kweken, om het zo maar te zeggen. En ik dacht dat de Hulk daar op zich nog een relatief eenvoudig voorbeeld van zou zijn. Nog redelijk dicht bij de dingen die we echt daadwerkelijk nu al zouden kunnen doen. Als we ons er echt hard voor zouden maken, om het zo maar te zeggen. Nou, ik heb het genoemd, genetische modificatie. Ik denk dat dat de sleutel is om dit soort dingen te doen. Omdat het DNA, dat is eigenlijk ja, de bouwtekening van het leven, zou je kunnen zeggen. Dus als je het DNA aanpast, dan pas je eigenlijk aan hoe een organisme, hoe een mens eruit ziet. En dan kun je dus ook extra functionaliteiten toevoegen of in ieder geval het overkomen heel erg aanpassen. Nou, om je daar een beetje een gevoel van te geven, dus wat is dat DNA nou en wat gebeurt er als je dat verandert, heb ik een paar voorbeelden gemaakt. Ten eerste eeneiige tweelingen, dus dat is een tweeling die eigenlijk vrijwel identiek zijn aan elkaar, 100% hetzelfde DNA hebben. En daar zie je al gelijk uit van hoe groot het effect is van dat DNA op het uiteindelijke overkomen. Dus is je DNA 100% hetzelfde, dan lijkt je ook heel erg veel op elkaar. Er zullen altijd kleine verschilletjes nog tussen zijn, maar je lijkt, het is heel erg gelijkend. Nou, verander je het met 0,1%, dus 1 op de 1000 letters van de genetische code, om het zo maar te noemen, dan heb je ongeveer alle diversiteit van de mensen op de wereld op dit moment. Dus hoe anders mensen er ook uit kunnen zien, dat is eigenlijk maar een verschil van 1 op de 1000. Dus het is allemaal heel dicht bij elkaar. Kleine verschillen kunnen een heel groot effect hebben op het overkomen. Nou, misschien nog wat duidelijker is het als je gaat kijken naar chimpansees. Dat is een heel ander dier, een heel andere soort. Maar dat is maar 1% verschillend. Dus je lijkt nog steeds ontzettend veel op mensen. Als je gewoon puur kijkt op het DNA-niveau. Als je DNA uit de chimpansee haalt, dan lijkt dat voor 99% precies exact op hoe mensen in elkaar zitten. Nou, wil je er nog wat verder vanaf? Een koe, een ijsbeer, een muis. Dan zit je zo in de range van, laat zeggen, 90%, 92% in het geval van een muis identiek. Dus zelfs zoogdieren die compleet anders zijn. Een heel klein muisje die maar een paar jaar leeft, ontzettend snel rondrent. Die is alsnog 90% hetzelfde. Dus met relatief kleine verschillen kun je hele grote veranderingen aanbrengen. Nou, als je gaat kijken naar dat DNA, en dan zeker de manier waarop wij daar naar kijken als we daarmee gaan spelen, om het zo maar te noemen. Het is eigenlijk een heel groot boek. Je kan de genetische code uitprinten, als je dat zou willen. Nou, hier heb ik een plaatje van een Bijbel neergezet. Maar als je het menselijk genoom, dus als je jouw DNA zou willen printen en je zou er een boek van willen hebben, dan heb je ongeveer 1000 Bijbels nodig. Dus dan moet je wel een flinke kamer hebben. Maar je zou dus je hele DNA kunnen printen. Maar het is niet heel interessant om te lezen. In ieder geval niet zonder daar een computer bij te gebruiken. Want dat ken je misschien wel van de films, maar dat ziet er ongeveer zo uit. Het zijn maar 4 verschillende letters. En zelfs voor iemand die daar bijna dagelijks mee bezig is, word ik ook niet enthousiast als ik gewoon zonder een computer naar zo'n code kijk. Je ziet misschien ergens een start of een stop, afhankelijk van het organisme waar je naar kijkt. Maar wat er dan tussen zit en of dat daadwerkelijk iets... een functionaliteit geeft of gewoon een stukje rotzooi DNA is, om het zo maar te zeggen. Dat kunnen wij hier niet zo 1, 2, 3 aan zien. Nou, dan zei ik al, het zijn hele kleine veranderingen die je moet maken, die een heel groot effect kunnen hebben op het maken van iets wat bijvoorbeeld lijkt op een Hulk. En daar is dit best wel een grote uitdaging. Je hebt maar 4 letters, je hebt 1000 Bijbels aan boeken. En in sommige gevallen wil je dus 1 zo'n letter veranderen, want het kan al voldoende zijn om een heel groot effect in werk te stellen. Nou, een van de manieren waarop we dat voorheen deden. Mijn expertise is niet op het genetisch modificeren van mensen. Ik werk met andere organismen. Maar het is door een stukje DNA aan te bieden, om het zo maar te noemen, aan een cel die je genetisch wil modificeren. Dus stel je wil deze T veranderen in een G. Wat je dan kan doen is een stukje DNA aanbieden wat heel erg lijkt, want die letters eromheen zijn hetzelfde.
op het DNA wat je aan wil passen, maar er is één letter verschillend. En dat is best wel een uitdaging, want die cel die krijgt een stukje DNA binnen en die moet dan bedenken van, hey, dit stuk DNA, dus in al die 1000 boeken aan letters om het zo maar te zeggen, dit stukje DNA moet hier op deze plek en ik ga hem hier plaatsen en dan vervang ik die ene letter voor die nieuwe letter. Dat ging heel vaak fout en dan kreeg je off-targeting, zoals ze dat noemen. Dus je DNA komt op een hele andere plek in het DNA terecht. En dat is iets dat wil je voorkomen. Want ongewilde veranderingen kunnen ook ongewilde gevolgen hebben. En dat wil je dus minimaliseren. Je wil heel exact DNA kunnen aanpassen. En daar is recent, en dan praten we echt over de afgelopen paar jaar, is echt een enorm grote doorbraak gemaakt. En dat is met de komst van CRISPR-Cas9. En op dit moment hebben veel mensen daar al wel een keer van gehoord of iets over gelezen, bijvoorbeeld in de krant. Maar dat is echt een gamechanger als het op genetische modificatie aankomt. Hier zie je een cartoon daarvan, maar om het heel simpel uit te leggen. Dit is hier Cas9, dit grote ding. Dat is een eiwit, een enzym. En wat het eiwit kan doen, dat is DNA doormidden knippen. Maar wat Cas9 zo uniek maakt, is dat de plek waar het die knip maakt, dus waar dat DNA in twee stukken knipt, dat wordt bepaald door een ander molecuul. Dat is een molecuul dat lijkt heel veel op DNA, maar dat is RNA. Dus dat wordt ergens gemaakt van DNA, dan maak je een stukje RNA. En dat RNA dat plakt zich vast aan Cas9. En dat bepaalt waar Cas9 die knip gaat doen. En omdat je hier eigenlijk een soort van code van 20 letters in kan vullen, dus zeg maar een soort van zinnetje, als je het vergelijkt weer met die 1000 boeken. Je kan eigenlijk een zinnetje geven en zeggen, hey Cas9, je moet in die zin die knip maken. Dus het kan heel exact. En omdat je 20 letters hebt, kun je er ongeveer 1 biljoen unieke combinaties mee maken. Dus we kunnen nu heel exact op één plekje in het DNA zo'n knip maken door CRISPR-Cas9 te gebruiken andere CRISPR-systemen, er worden nu steeds meer ontdekt. Nou, wat is het effect daarvan als je zo'n knip maakt? Dat is dat een cel die raakt nogal in paniek als het DNA doormidden geknipt is. Namelijk, als je zo'n gebroken stukje DNA hebt, dat is voor een cel alle reden om direct te gaan zoeken naar een oplossing en dat die knip te gaan fixen. Want een gebroken stuk DNA, dat betekent dat je niet meer kan delen en dat je waarschijnlijk vrij snel doodgaat als cel. En dat is niet wat je wil. Dus die zet dan eigenlijk een hele apparatuur in werking om op zoek te gaan naar een manier om dit stukje te repareren, op het moment dat je daar een knip maakt. En als je tegelijkertijd dan zo'nzelfde stukje DNA toevoegt, dan denken die cellen, hey, ik zie hier waar, laat zeggen, mijn zin eindigt, om het zo maar te noemen, en hier begint weer een andere. En dit lijkt precies op het stukje wat er tussenin hoort te zitten. En die plakt hem dan dus op precies die plek weer terug in het DNA, waardoor je dus heel exact, precies op de plek waar je wil, precies de genetische modificatie kan maken die je wil. Nou, dit zijn systemen, daar ben ik zelf ook mee bezig geweest. Dus om dat CRISPR-Cas9 te ontwikkelen, om dat steeds makkelijker te maken, om daar heel efficiënt dit soort modificaties mee te doen. Ik werk aan dit beestje hier, Saccharomyces cerevisiae, ofwel bakkersgist. En voor iedereen die een biertje of een wijntje heeft gedronken, die heeft een product van bakkersgist geconsumeerd. Maakt heel veel alcohol, wordt ook gebruikt om bioethanol en dat soort dingen te maken. Ik probeer deze gisten te modificeren om bijvoorbeeld afvalstoffen om te zetten in waardevolle producten, nieuwe producten. Dus geen mensen modificeren, dat zeg ik er even bij. Maar toch vond ik het wel grappig om na te denken van, nou, zouden we nou als we CRISPR-Cas9, dus die hele exacte manier om DNA te modificeren, toepassen om een hulk te maken, hoe ver zouden we dan kunnen komen? Dus dat is eigenlijk een beetje een gedachte-experimentje van mij. Van, nou, we kunnen DNA nu aanpassen, dat is niet langer de uitdaging. Stel je zou een hulk willen maken, hoe ver zou je kunnen komen? Nou, er zijn eigenlijk 3 dingen die de hulk definiëren, of die echt uniek zijn voor de hulk. De hulk is behoorlijk lang. Volgens mij, Barry, how long is the hulk? How tall? He's about 2.6 meters tall, I would guess. 2.6 meters. Ik denk dat dat te doen is. Ik zal straks een voorbeeld geven. Hij is ontzettend gespierd, dus hij heeft overdreven veel spiermassa en hij is ook groen. Dus dat zijn de 3 dingen waarvan ik dacht van, nou, zouden we dan nou kunnen doen als we het DNA aanpassen? En ik denk dat we op al die 3 vragen ja kunnen zeggen. Ten eerste de grootte van de hulk. Zouden we dat kunnen engineeren, om het zo maar te zeggen? Zouden we dat door genetische modificaties te maken daadwerkelijk voor elkaar kunnen krijgen? En wat je hier ziet, dat zijn 2 vissen waarvan die bovenste, je raadt het al, genetisch gemodificeerd is. Dit is in dit geval voor productie van voeding. Ik denk ergens in Amerika waar ze wat
wat makkelijker zijn in de regelgeving omtrent dit soort dingen. Maar dit is een wild type vis, om het zo maar te noemen. En dit is een vis waarin ze groeihormoon tot overexpressie, zoals we het noemen, hebben gebracht. Dus eigenlijk ervoor gezorgd dat lichaam van die vis continu groeihormoon aan blijft maken. Waardoor hij dus niet stopt met groeien of veel later stopt met groeien. En ook een stuk groter kan worden dan zijn wildtype soortgenoot. Dus dit is iets dat kunnen in vissen al doen. Maar werkt dit nou ook in mensen? De antwoord daarvan kunnen we al vinden in een paar mutanten, om het zo maar te zeggen. Die er daadwerkelijk geleefd hebben, die bestaan hebben. De twee mensen op deze foto's hier. Deze man stond bekend als Andre the Giant. Een enorme man. Deed ook aan worstelen. Ik zou niet graag tegenover hem in de ring willen staan. Enorm groot, enorm gespierd. En deze man, het is de langste man die ooit geleefd heeft. Robert Wadlow. Die was 2,70 meter. Dus zeker in de lengte van de Hulk. En beide van deze mensen die hadden dus ook datzelfde effect. Die hadden dus zo'n groeihormoon, een soort van overproductie van een groeihormoon, waardoor ze gewoon niet stopten met groeien. Dus deze man, die was ook op het moment dat hij overleed, groeide die gewoon nog steeds door. Dus iets heel groot laten worden, dat kunnen we wel. Nou, de volgende vraag is, kunnen we hem dan ook gespierd krijgen? Dit is nog een vrij tengere vent. Dit lijkt al wat meer op een Hulk. Maar we willen eigenlijk dat hele bulkje hebben, waarbij je echt al die spieren heel duidelijk ziet. En ook dat is iets waar je met genetica aan kan rommelen, mee kan spelen, om het zo maar te noemen. En wat ik altijd een heel beeldend voorbeeld vind, dat zijn deze koeien. Belgian Blue of Belgisch Witblauw, zoals ze genoemd worden. En wat deze koeien hebben, dat is eigenlijk dat één eiwit, dus het gen wat codeert voor een eiwit, die is niet meer functioneel. En dat eiwitje, dat heet myosine. En hoe je dat zou kunnen zien, dat is een soort van regelaar, dat als het lichaam voedingsstoffen krijgt en energie heeft, die bepaalt van nou, dit is het moment om deze energie en voedingsstoffen op te slaan in vet, dus een beetje aan te komen. Of we gaan het gebruiken om spiermassa aan te maken. Dus dat regelt eigenlijk dat je lichaam niet overdreven veel energie gaat stoppen en heel sterk worden. Dat is evolutionair gezien waarschijnlijk niet heel slim. Je moet ook een koude winter kunnen overleven. Dus die bepaalt eigenlijk van wanneer gaan we spieren maken, wanneer gaan we vet maken. En op het moment dat je dat eiwit niet meer hebt, dan krijg je dus dit soort koeien die zonder dat ze de hele dag op een of andere lopende band staan te lopen of dingen hoeven op te tillen, toch al heel duidelijk van die overdreven grote spieren hebben. En een ander voorbeeldje, dat komt ook voor bij bepaalde hondenrassen, waarbij je hier links, laat zeggen een wildtype hond heb, om het zo maar te noemen. En dit is ook weer zo'n hond met zo'n myosine deficiëntie. Dus zo'n hond die heel duidelijk veel groter en ook veel gespierder is dan zijn naaste hondje. Ik heb nog even gezocht, komt dit ook voor bij mensen? Er zijn twee gevallen bekend. Een Duitse jongen van 5 jaar, jongetje. Dus daar is verder niet veel over bekend wie het is. En er is ook nog een Amerikaanse jongen, die is inmiddels 12. Dus die is nog niet heel gespierd, want het is nog een vrij jong ventje. Maar die lijkt op hele jonge leeftijd al significant veel sterker te zijn dan zijn vriendjes en vriendinnetjes. Als laatste nog het groene. En ik zag op de achterkant van die postcard van Barry al iets staan wat waarschijnlijk heel erg in dezelfde richting zit. Ik denk ook dat we dat voor elkaar kunnen krijgen. En wat je hier ziet, dat zijn drie babymuisjes, waarvan diegene met het rode pijltje, die is groen. En dan niet heel erg groen in de zin van, nou ja, je ziet het, hij heeft geen andere kleur dan zijn broertjes. Maar op het moment dat je hem onder een fluorescente lamp houdt, een fluorescentielamp, dan zie je dat hij er zo uitziet. En wat hier gebeurt is, daar is een eiwit, wat in het Engels green fluorescent protein, groen fluorescent eiwit, in tot overexpressie is gebracht. En dat komt tot expressie, dat wordt in alle cellen gemaakt. En dat betekent dus dat als je hem onder zo'n lamp houdt, dat je dus echt groen fluorescerende muizen krijgt. Er zijn mensen die tegenwoordig zelfs vissen aan het modificeren zijn, zodat als je in een aquarium laat zwemmen onder een fluorescentielamp, dat je lichtgevende vissen hebt. Maar dat zijn dus ook dingen die, laat zeggen, die nu al heel makkelijk kunnen met genetische modificatie. Daarmee wil ik jullie bedanken, maar ook mijn collega, die wil ik nog even in de spotlight zetten. Dit is in onze groep heel sterk gedreven door Jean-Marc, een collega van me die ook heel erg met dit soort CRISPR-technieken bezig is. En ja, ik ben heel benieuwd of jullie nog vragen hebben. Dankjewel. Robert Mans. Dat zijn wel een paar vragen. Eerst hier. Hey.
Ja, goedenavond. Mijn naam is Ardon. Een vraag die er misschien net naast zit. Het zijn 4 letters voor het genoom. Maar waarom zijn het er niet bijvoorbeeld 3 of 5? Dat moet toch iets fundamenteels zijn dat het er net 4 zijn. Waarom zijn het er 4 en niet 3 of 5? Heel eerlijk gezegd zou ik niet weten waarom het er exact 4 is. Het is wel zo dat ze komen in paren van 2. Dus DNA, altijd op de manier hoe je dat afgebeeld ziet, dus zo'n helixstructuur, dan is het altijd een A tegenover een T en een C tegenover een G. Dus ze komen in paren van 2. Ik weet dat er onderzoek naar wordt gedaan, van kunnen er niet nog een paar extra letters bij stoppen. Maar op zich, omdat DNA, nou ja, je ziet het, 1000 boeken, 1000 bijbels kun je volschrijven en die cellen hebben daar geen last van om dat continu met zich mee te dragen. Dus met 4 letters kom je al een heel eind. Dus misschien is het gewoon geen noodzaak om meerdere letters te hebben. Barry, heb jij nog iets? Ja, yeah, so I can tell you that there was recently some research done on whether you, I think they may have used something similar to the CRISPR-Cas, where they genetically modified some protein production, but they included a third pair. They call it XY, and XY had no effect on the protein that was produced, so it didn't affect its functionality, but they just wanted to see if it would be carried through the production process from the gene, the G's and C's and T's, all the way through to the protein, and it did. And now the question is, can we now use this non-standard pairing to make functional proteins that could do things that the current pairings can't do? So there is a possibility. Okay, we gaan nog even verder, een paar vragen. Ik zag nog een hand, daar nog, ja. Je hebt de hulk opgesplitst in een paar heel simpele eigenschappen. Wat mij betreft mist is dat de hulk kan veranderen van mens naar monster of held. Zou dat ook iets zijn wat na te maken is? Dat is grappig, deze vraag heb ik al een keer eerder gehad. Okay, ja, goede vraag, dankjewel. Over die vraag. Dus het moet plotseling kunnen gebeuren. Nou, een van de dingen, Barry ging er al een beetje naartoe, van soms gaat de fictie een klein beetje de wetenschap voorbij. Als je bedenkt dat de Hulk, voordat hij in zijn vorm verandert, is het een bepaald formaat, een bepaald gewicht. En nadat hij verandert ook, dat gewicht, dat kan niet uit het niets komen. Dus iemand op laten zwellen als een soort van spons, dan zou je misschien in het water moeten gooien en op de een of andere manier heel gecondenseerd al die eiwitjes van tevoren bij elkaar moeten hebben. Dat groene, dus het groen worden daarvan, dat zou je wel aan en uit kunnen zetten. Bijvoorbeeld, laat zeggen, als je boos wordt en je krijgt een stoot adrenaline of er gebeurt iets spannends en je zet dat GFP, dat fluorescente eiwit, onder de... Ja, je kan een gen op zo'n manier tot expressie brengen dat die geactiveerd wordt, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van adrenaline. Is het niet heel instantaan? Ik kan wel wat manieren bedenken hoe het misschien sneller zou kunnen, maar dan zou je in ieder geval in de loop van een half uur of een uur groen fluorescent worden en dan weer afnemen. Misschien dat het nog wel sneller kan. Dat groen worden, dat kan denk ik wel. En die andere vraag, moeten we het willen? Hoe kijk je daar tegenaan? Moeten we het willen? Ik persoonlijk... Ik weet niet of er gegadigden zijn, maar... Persoonlijk, ik zelf zeg dat dit is niet echt een gebied waar ik naartoe zou willen. Met dit soort onderzoek komen enorm veel, je komt enorm veel obstakels tegen. Dus laat zeggen, als je iets hebt wat heel stabiel en enorme hulp kan zijn en heel vrolijk is... Prima. Maar wat ik al zei, die ene man, dus die van 2,70 meter, die is uiteindelijk best wel jong overleden. Omdat dat lichaam gewoon alsmaar door bleef groeien. En na verloop van tijd begint natuurlijk allemaal te piepen en te kraken. En dan daar is het lichaam niet op gebouwd. Echt een goede hulk maken die ook blij is en gezond. Daar is een hele hoop heel vervelend onderzoek, om het zo maar te zeggen, voor nodig. En ik zou daar geen voorstander van zijn. Puur om te zien, kunnen we het doen? Ja, als er een andere toepassing voor is, dit soort technieken, een andere toepassing bijvoorbeeld om juist genetische ziekten en dat soort dingen eruit te halen, daar ben ik wel heel sterk voor. Dus genetische modificaties om echt mensen gezonder te maken. Ik zag nog een hand in, ja, daar. Waarom heeft een kleine mutatie op het niveau van de DNA zulke enorme gevolgen op het niveau van de verschijningsvorm? Ja, interessante vraag. Op zich, het DNA, ondanks dat je, nou ja, je kan denken van wat maakt het nou uit als je in die 1000 boeken 1 letter verandert, het verhaal blijft hetzelfde. Dat heeft echt te maken met de complexiteit van hoe bepaalde dingen geregeld worden. Dus
Het kan zijn dat het verschil van één letter, sterker nog, in de meeste gevallen is dat zo, dat als je één letter verandert, is bijvoorbeeld een eiwit, dus DNA codeert meestal voor eiwitten, of in veel gevallen worden er eiwitten van gemaakt. En die, dat zijn zo van de robotjes van de cel, die besturen de cel eigenlijk. Als je daar één letter in verandert, dan is dat eiwit niet meer functioneel. Nou, is dat nou net zo'n eiwit die in zijn eentje heel belangrijk is om te bepalen van nou, ga nu al deze energie omzetten in spier of omzetten in vet. Als je dat dingetje niet meer hebt, dan kan het al zo'n enorm effect hebben op de verschijningsvorm. Als één mutatie ervoor zorgt dat je een groeihormoon, laat zeggen de regulatie van je groeihormoon compleet ontregeld is, dan is dat een heel klein effect op DNA-niveau. Maar omdat je dan een eiwit mist of een eiwit hebt die gewoon compleet op hol geslagen is, om het zo maar te noemen, heb je ineens, laat zeggen, dat het complete organisme zich heel anders gaat gedragen. Want één eiwitje kan van alles aansturen en regelen en allemaal andere processen weer in werking stellen. Eén dingetje in de, laat zeggen, de hele chain veranderen kan vergaande gevolgen hebben op allerlei andere processen in de cel. Het is allemaal heel complex en aan elkaar verweven in elkaar. Oké, maar de vraag, de Hulk zou hem kunnen maken? Kort antwoord? Ja. Ja. Ja, ik ben ervan overtuigd. Nou, duidelijk. Robert Mans van de TU Delft, dankjewel. Ik zie daar nog een wanhopige vraag, dus die moet nog even beantwoord. Ik wilde even vragen of dat de butterfly effect genoemd wordt. Wij noemen het in principe in ons wereldje niet de butterfly effect, maar je zou het ermee kunnen vergelijken. En dat is, wat bedoelen we daarmee? Dat één klein veranderingetje maken heeft effect op de dingen eromheen, die weer een effect op de dingen daaromheen, enzovoorts, enzovoorts. In feite is het hetzelfde, maar dan op moleculair niveau. Ja. Ja. Oké, dankjewel Robert. Even kijken, ik sta even op de klok te kijken, want het time flies, zoals bekend. We gaan eerst eventjes naar Lucas Keining, lijkt mij. Lucas Keining van Nemo Kennislink, dames en heren. Yes. Die u aan de tand gaat voelen. Nou u gaat u zelf, doe mijn microfoon het. Ja. Ja, heel goed. Zoals de titel al belooft, iedereen superheld, wordt u ook allemaal vanavond een superheld. En daar gaat u elkaar bij helpen. We gaan zo wat, u krijgt diploma's. En als u het zou willen doorgeven. Ik deel dan vast maar uit. Alsjeblieft. En u wordt allemaal een superheld. En dan is het de bedoeling dat u met uw buurman of buurvrouw gaat bekijken wat uw super talent is. En hij kan al één slide verder. U krijgt ook allemaal een pen. Als hij één slide verder mag. Lukt dat? Doet hij het niet? Ja, daar is hij. Ik heb alvast een voorbeeldje gemaakt van wat mijn diploma zou zijn. Mijn naam staat daar op dat lijntje, dus dan kunt u uw naam ook, of de naam van uw buurvrouw of buurman doen. En daaronder, dan op dat lijntje eronder, zet je het talent wat je hebt. En ik kan bijvoorbeeld lijpe geluidjes maken met mijn mond zo. Dat soort dingen, je hebt er helemaal niks aan, maar het is toch een soort van supertalent. Maar misschien kunt u wel bijvoorbeeld heel goed door rood rijden, of kunt u heel goed snoezen bij de wekker. Of kunt u echt iets wat heel handig is en waar u echt trots op bent. Bijvoorbeeld Vivaldi, verjaargetijden spelen op uw mondharp of iets anders. Maar en ontdek wat u tot een superheld maakt. U kunt altijd wel iets en anders bent u bijvoorbeeld heel goed in niets kunnen. En help elkaar, dus je gaat bij je buurman of buurvrouw, één voor één opschrijven wat je naam is en waar je een superheld bent. En dan ga ik zo even vragen wat naar voren komt. Dus ik geef u even drie, vier minuten de tijd daarvoor. Ja. Het mag gewoon hardop hoor. Ja, mag hardop. Ja. Super. Yes, 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 of course. Ja, je moet voor elkaar schrijven, ja. We moeten elkaar geloof ik doen, hè? Ja. En onderin op het diploma. Dus wie is je naam ook alweer? Vesa. Onderin staat de handtekening en naam van de buitenkant. Beoordelaar, superhelden. En dat bent u dus ook zelf. U bent ook vandaag buitengewoon beoordelaar. Dus naast superheld bent u ook nog eens buitengewoon beoordelaar. En dan zet u uw naam erbij in het klein en een handtekening. Dan wordt het helemaal officieel. Ja, nou, anders moet je even. Ja.
Hebben jullie al mooie talenten gevonden bij jullie zelf? Ja hoor. Ja? Goed. Schrijf het niet. Ja, je moet eventjes op je voedsel. Oh, slim. Ik krijg een tip hier. Deze mevrouw heeft een super talent in hoe je een pen die het nog niet doet, hoe je die aan het schrijven krijgt. Moet je even onder je voedsel doen. Dat is haar super talent. Hoe gaat het hier? Wat is jouw super talent? Weet je dat? Ik ben nog aan het nadenken. Jij bent nog aan het nadenken. Misschien is dat wel een super talent. Ja. Zijn jullie er al een beetje uit? Nog een microfoon, dan kan ik ook even mee hengelen. Hebben we er nog eentje? Nee, oké. Okay. Ja, is goed. We moeten een beetje op de tijd letten. Brand heeft super talent kenniscafé produceren en op de tijd letten. Wie is er nog niet klaar? Daar zie ik nog. Dus die meneer is nog niet klaar, maar de rest is dus klaar. Of heeft de vraag niet gehoord, wellicht. Ik vermoed dat laatste. Half minuutje nog, lukt dat? Alle aandacht is vervlogen. Ja, we gaan alvast bij wat mensen vragen wat een supertalent is. Mevrouw, wat is uw supertalent? Improviseren. Heel goed. En improviseert u dit ook of had u dat al op de... Ja, ik heel had het goed, ook heel opgeschreven. Goed. Top. Gefeliciteerd. Mevrouw, wat is uw supertalent? Ik heb geluid afbuigen gekozen. Wat zei u? Geluid afbuigen. Geluid afbuigen. En wat houdt dat in? Nou, bijvoorbeeld geluid van radio, muziek. En dat je dat dan, hup, een andere kant op kunt sturen. Fantastisch. Nou, dat moet u zo nog even uitleggen bij een biertje. Geluid afbuigen. En wat is uw supertalent? Mind control. Mind control. Ja. En kan je dat bij mij toepassen? It's very useful. Ja? Oké. Okay. Do you mean your own mind or someone else's mind? It doesn't matter. It doesn't matter, oké. Okay. Cool. Sounds good. Ik ga nog even hier naar boven. Wat is uw supertalent? Waar bent u achter gekomen? Ik ben heel goed in het drummen met chopsticks. Als ik een Aziatische maaltijd eet, dan zit ik altijd. Dat doe ik heel goed. Fantastisch. Is er iemand in de zaal die er niet achter is gekomen wat zijn of haar supertalent is geweest? Is iedereen superheld geworden? Ik wil u hartelijk feliciteren. Daar. Ja, of zag ik. U heeft geen supertalent, mevrouw? Nee, ik weet geen buur. Echt niet van mezelf dat ik denk van ja, daar ben ik goed in. Of kunt u bijvoorbeeld, gaat u wel eens op vakantie en dan een boekje lezen bijvoorbeeld en daarvan genieten? Ja, ik ben verslaafd aan lezen. Verslaafd zelfs? Ja. Nou, dan is dat misschien een supertalent of vindt u dat te flauw? Ja, dat gevoel geeft me dat dus een beetje te flauw is, ja. Oké, okay, nou we gaan anders zo nog even bij een biertje achteraf gaan we kijken wat uw supertalent is. We moeten weer door, really? Gezien de tijd. Dus ik wil hartelijk bedanken en feliciteren met uw Siephelden diploma. Lucas Keining, dankjewel. Ik ontdek iets heel grappigs hier op het podium overigens. Hier zitten echt superhelden. Reza, je hebt opgeschreven? Ja, maar ik was vroeger goed in rappen en volgens mij nog steeds wel. Maar ik weet al waar je naartoe wil. Dus dat willen mijn studenten ook altijd. Maar ik bedacht me net, ik ben ook heel goed in taartjes eten. Taartjes eten? Ja. Oké, dat bedoelde ik niet. Ik vond die rapper toch spannender. Ja. Bert, superheld in? Snel fotograferen. Snel fotograferen? Ja. Nog sneller dan je camera. Ja, op een gegeven moment denk je ineens, ik heb een foto gemaakt. En dan is die goed. En dat is meestal je voeten als je je toestel net gepakt hebt. Dat gebeurt ook. Ja, ja oké. Okay. Ja, dat ken ik, ja. Barry is quite interesting. Je hebt iets met voetbal. Ja. I have huge interest in football. So I can tell you where I was. If you ask me about a football match, and I can remember the scores of the game, I can tell you anything you want about not Dutch football, but but World Cup finals, the World Cup, English football, I can tell you a lot of things based on that. So I can remember where I was. For example, when I watched the World Cup final in 2002, I was in bed, and because it was on in Korea. Or 1998, I was out with my friends. So.
En dat gaat helemaal terug tot 1961. Wasn't around. Oh nee. Ja, ik wel vandaag. Yeah. Oké, okay, dankjewel. Nou, gefeliciteerd met uw diploma. Dat heeft u toch maar mooi binnen, zou ik zeggen. We gaan nog even verder met onze belangrijkste vraag van vandaag natuurlijk. Die superkrachten, dat superheldendom, is dat nou bereikbaar of niet? Nou, we hebben net de biologische weg gezien. Bert Otten, je helpt gehandicapten om te bewegen, zo goed mogelijk, of zelfs op topniveau te bewegen. Maar kun je die techniek ook niet inzetten bij mensen die toch al hard kunnen lopen, zodat ze nog harder kunnen lopen? Absoluut. Dus je hebt alleen problemen dan met de regelgeving van, kan je daar nog wedstrijden mee doen? Dat wordt gewoon een nieuwe sport. Maar je kunt wel degelijk hulpmiddelen bedenken waardoor ze harder gaan. Nou, die blades, hè, waar, dat is normaal gesproken als je geen onderbeen hebt of geen been. Nou weet ik niet of je meteen tot amputatie moet overgaan, maar zou er iets dergelijks ook bij een zeg maar, volledig lichaam bruikbaar kunnen zijn? Ja, je kunt natuurlijk blades onder je eigen voeten maken en die leren besturen en dan ga je ook harder. Is dat wel eens geprobeerd? Er zijn wel wat devices die kant uitgaan. Maar het is gewoon het probleem van de regelgeving. Mag je nog meedoen met de officiële wedstrijden? Dus het wordt een andere sport. Ja. En dat geldt trouwens voor heel veel hulpmiddelen. Er zijn ook roeiboten ontwikkeld die sneller gaan, maar die werden onmiddellijk verboden. Dus daar zit je vooral mee. Maar hoe gaat een roeiboot sneller? Wat? Nou, als je niet het bankje laat bewegen, maar de riggers, dan blijft je lichaam stilstaan ten opzichte van de boot. En dan gaat de boot niet de hele tijd sneller en langzamer. Mm-hmm. En daardoor gaat hij harder. Dat is eigenlijk heel simpel. Ja. Dus je trapt de riggers van je af terwijl het bankje stilstaat. En dat mag niet? Nee. Die boot is ontwikkeld, ging harder en werd verboden. Wat flauw eigenlijk. Ja, heel flauw. Ja. Ja. Ben je wat dat betreft een voorstander van innovatie in de lange sport? Absoluut, want dit is een mooi voorbeeld waar er geen motoren in gestopt worden. Ja. Je gebruikt je lichaamsmogelijkheden op een betere manier. Dat vind ik fantastisch. Zo ook bijvoorbeeld de klapschaat. De klapschaat. Ja, dat is een prima ontwikkeling. Heeft dat te maken met, dat is een techniek, maar die is wel geaccepteerd, toch? Die is geaccepteerd. Sterker nog, nou, zonder klapschaats kom je de baan niet meer op. Daar was even een twijfelmoment. Dat de echte de bazen zeiden van ja, maar dat ziet er niet meer uit als een schaats. Dat hangt los en daar komen je handen tussen en zo. Ja. Dus er was even een twijfelmoment, maar het is geaccepteerd en ze gaan harder. Dat is een mooi voorbeeld van innovatie die gebaseerd was op wetenschappelijk onderzoek. Aan de VU in Amsterdam trouwens. Ja, de theorie bleek trouwens niet te kloppen later. De theorie niet? Ja, men had een theorie, maakte een klapschaats, men ging harder, maar het bleek niet te kloppen. Om een andere reden ging men harder. En dat is leuk. Dat is wetenschap. Ja, zeker. Zo waanzinnig gaat wetenschap. Barry, I have a question because of your expertise. So in at the start of Captain America, the Winter Soldier, Captain America runs 13 miles or a half marathon in 30 minutes. Mm-hmm. Do you think that is possible for a person to do that in the future? Well, the problem is that you got all these forces. And mag je in Nederlands, Bert? Ja, Nederlands. Je hebt ook botten en je hebt gewrichten en al die krachten moeten wel gehanteerd kunnen worden. En als je heel hard loopt, dan zijn de contacttijden zo verschrikkelijk kort dat de krachten enorm oplopen. En die stootbewegingen op je gewrichten en je botten zijn bijna niet te handelen. Dus je zult je hele lichaam moeten verbouwen, wil je dat kunnen. Dus het is dus niet voor niks dat wij langzaam vooruit kruipen in de 100 meter tijden. Mm-hmm. Dat gaat me heel langzaam vooruit. But so in order for to be able to do it, you have to make multiple yes. changes to the body. You're looking at skeletal structure, muscle structure, tendons control. And ligaments. Sorry? Control, brain control. Yes, yeah. Which is of course the most important thing. Absolutely, Yes. Eigenlijk moet je gewoon een heel nieuw mens bouwen. Als je echt harder sporter, wil, laat het zo zeggen. Als je echt harder wil, als je zeg maar naar de 7 seconden zou willen op de 100 meter, dan moet je echt alles verbouwen. Echt alles. Ja, en dat is misschien wel denkbaar dat dan niet mag. Lijkt me redelijk, ja. Ja, toch? Laten we beginnen met wat we wel kunnen. Reza, als we het nu toch over superkrachten hebben, is er iets wat jij graag zou willen? En dan gaan wij met elkaar bedenken of dat kan. Wat ik zou... Oh. Heb je goed geheugen bijvoorbeeld?
Nee, niet. Nee, moet niet. Eerst, nee, maar ik zou het huishouden willen doen zoals mijn vrouw wil dat ik het doe. Dat scheelt een hoop. Oké, het is een ander soort superkracht. Ja. Maar, kunnen jullie dat? Kan dat? Ja. Barry? Doe household work. Household, well, I don't want to be saying anything like that. That would be putting me down on either in a good or a bad way on that. But I mean, are you talking about doing things faster or doing things faster, more efficient? Yeah. So what you want to do is you want to replicate the abilities of the Flash or Quicksilver, mm-hmm. somebody who can move faster. But then you have another issue, of course, is that as you move faster, you run the risk of your arms flying off, I believe, because of course you have issues with your tendons in your arms and your skeletal structure would all have to be completely reinforced. And then, as Bert has pointed out, all comes down to control. No matter how fast you can do things, if your brain isn't able to, exactly. to interface with the devices trying to control, then I think you're doomed if you want to do it faster. Well, just leave it to the robotic vacuum cleaners. They'll do everything, right? Je hebt synapsen en zenuwbanen. Die hebben een zekere snelheid. Jouw reactietijd kun je nooit versnellen met het lichaam dat je hebt. Dus als je echt sneller door het huishouden wil gaan, dan bot je tegen dingen op. En dan ga je weer tijd verliezen. Ja. Zo, Pet, dat brein zit toch wel, die zenuwen, dat zit toch wel enorm in de weg bij al die nou, het superdingen. Is echt ongelofelijke constructie qua mogelijkheden. Het is echt ongelooflijk. Je zingt je eerste lof en daarna. Ja. Maar er zitten ook sterke beperkingen aan. Ik bedoel, het feit alleen al dat die synapsen, dat die chemisch zijn, dat is een hele slechte uitvinding in de evolutie. Er zijn krabben die dat elektrisch hebben, die zijn veel sneller. Hebben wij nooit bedacht. Volgens mij hebben we het überhaupt niet bedacht. Maar spinnen hebben ogen die fouten wegwerken waar wij last van hebben in het donker. Mm-hmm. Dus wij zijn niet zo fantastisch op heel veel punten, maar in zijn geheel kunnen wij echt heel veel. Maar we moeten die beperkingen herkennen, zodat we dan hulpmiddelen kunnen bouwen die wel werken. Dat is de truc. Ja. Nu hebben we natuurlijk dat soort hulpmiddelen bedacht of wordt aangewerkt. Je hebt kunstmatige intelligentie, je hebt sowieso microelektronica die je weliswaar niet misschien in je lichaam hebt, maar wel dichtbij kunt hebben. Misschien op termijn zelfs wel in je lichaam. Ja. Kortom, we hebben instrumenten waarmee we toch wel in die richting kunnen komen. Precies, en dat is natuurlijk een ongelooflijke ontwikkeling. Als je nu 50 jaar terugkijkt en wat we nu kunnen. We hebben nu supercomputers in onze broekzak in verhouding tot 15 jaar geleden. Ja. Dat gaat heel erg hard. En het leuke is, we leren het ook te gebruiken zonder dat we begrijpen hoe het werkt. Mm-hmm. Daar zijn we heel sterk in. Je hebt nu ontwikkelingen, mensen die elektrodes op hun tong krijgen, die hun tong prikkelen aan de hand van een cameraatje op hun hoofd. Die mensen zijn blind. Dus die zien met hun tong. En dat leren ze. Ik ga dat even uitleggen. Ja, mijn neuronen kunnen het niet aan. Okay, je hebt een cameraatje op je hoofd. Ja? En daar zie je dus licht en donker mee. Ja? Dat komt op die camera. Op die dat wordt doorgeleid naar een matje op je tong. Ja? En die prikkelt precies in de vorm van het beeld wat hier te zien is. Oh, okay. In het begin voel je alleen maar geprikkel. Na een tijdje ontdek je dat als je je hoofd beweegt, dan schuift die prikkeling over je tong. En binnen een maand begint het iets van een beeld te worden. Aha. En er zijn mensen die blind zijn, die enigszins kunnen zien dan met hun tong. Zo plastisch zijn wij, zo makkelijk passen we ons aan, als er maar een relatie is tussen bewegen en voelen. Daar zijn we sterk in. Als dat bij elkaar hoort, dan kunnen we verder. Ja, en daar kan eventueel dat soort technologie wel degelijk een rol spelen. Ja, maar je moet dus het brein tijd geven om dat te leren. Daar zit de bottleneck. Mm-hmm. Barry, de Bionic Man, is dat een superheld? Well, the Bionic Man from the 70s. Yeah. Well, of course, I think he What's is. What's he called? Steve? Steve, someone's going to know his name. Austin. Steve Austin. Yeah, I should know that. Of course. Because he's the same name as the wrestler. That's why I should know that. Okay. Is there such a possibility of the Bionic Man where we can just start to replace body parts with mechanical robotic limbs? Yeah. I suppose the question is, do we want that? First of all, in the wholesale world, we've seen an example with James Young. And is there an advantage to it? And the thing is that Bert has mentioned about control, and maybe it comes down to the fact that we need something to take over the control, and advancements in computer technologies mm-hmm. could help. So
Project March, which we heard about today, which is an exceptional piece of technology. It's an amazing innovation in healthcare. And I see the Project March device as the skeleton of an Iron Man suit. Uh-huh. It's the foundations of an Iron Man suit. Without that, you can't build the rest of it. However, the control at the moment is all based upon on the crutches. Yeah. What if we can use modern technology to enable the user to be able to control this device without necessarily the need for these crutches and can do it all from the brain, supplemented with modern computing technologies, and then also come up with some way to get around the balance issue, because of course they don't feel the ground, and that's a big problem. They can't feel the ground and they can't see it, so they don't know how far away they are from it. So we need to figure that out as well. En je moet het gevaar niet hebben dat het exoskelet met je wegloopt terwijl je dat niet wil. Heel goed punt natuurlijk. Als je intelligentie stopt in technologie, dan kan het in gevecht treden met jouw intelligentie. Ja. Ja. Het is niet ondenkbaar. Er is een auto, een BMW ontwikkeld met stuurbekrachtiging die wat slimmer was. En boven een bepaalde snelheid werd die instabiel en raakte mensen van de weg. Dat is iets heel simpels wat instabiel werd. Ja. Er zijn protheses ontwikkeld die proberen te voorspellen wat de volgende trede is bij het trappenlopen. Die maken daar fouten in en mensen raken in gevecht met hun prothese. Dus dat moet je wel zien op te lossen. Yeah, that can bring up many, many issues, of course. It's about who takes the blame. Is it the user or is it the producer? Exactly. Is it the programmer or is it the person who made that actually built it? Yeah. Exactly. Maar je begon je antwoord net met, misschien is de belangrijkste vraag wel, moeten we het willen? Maar dat antwoord is eigenlijk, ja, het kan heel goed zijn om zoiets te ontwikkelen. I think that the technologies that people are working on that could replicate, for example, the Bionic Man, they've been done for the benefit of society. Mm-hmm. They've been done for healthcare issues towards giving people back. Like, for example, the man that we spoke about earlier on who had lost both arms in an electrical accident. Yeah. To give him back the world that most of us take for granted. And that's what this technology is trying to do. Dus we moeten blijven proberen, maar er zit ook een hele leuke route naar ons terug. Wij begrijpen onszelf maar gedeeltelijk. Maar door dingen als mens. Wie wij zijn als mens nu. Dus als je dingen gaat proberen, ga je dat beter leren begrijpen. Dus het heeft ook een prachtig wetenschappelijk doel. En een van de redenen waarom je wetenschap doet, is dat je wil begrijpen wie wij zijn. Maar wat begrijpen we dan nog niet goed en zouden met behulp van de inspiratie uit superhelden en dergelijke misschien waar wel kunnen pakken? Nou, waar dat brein toe in staat is. Als je er een hulpmiddel aan toevoegt, hoe gaat het daarmee om? Ja. He, dus ook voor het project met die exoskelet, dat exoskelet, wanneer ga je dat goed in balans krijgen? Wat is daarvoor nodig? Wat haal je uit het brein en wat laat je zelf doen? Ja. Dus we leren veel over hoe we normaal werken. We moeten daarover nadenken. Pas als we dat begrijpen, kunnen we dat soort problemen goed oplossen. Ja, ja, ja. Reza, het deel van de charme van superhelden is ook dat ze kunnen wat wij verlangen, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoog springen, hardlopen, altijd raak schieten. Gek genoeg, allerlei andere dingen die we misschien ook willen, zie je nooit in die films. Maar dat verlangen, dat brengt me eigenlijk tot de vraag van wat voor superhelden zouden we nou nog meer kunnen bedenken, kunnen maken? Ja, bijvoorbeeld eentje die heel goed kan rappen, daar gaan we weer, maar dat bedoel ik niet. Maar Ja, dat vind ik een lastige vraag. Wat zou nou een ideale superheld zijn? Dat vind ik een lastige vraag. Daar heb ik eerlijk gezegd ook nooit over nagedacht. Waar ik eerder aan zou denken is, wat voor representatie zouden wij nog willen in die superheld? Dus eigenschappen qua gender, etniciteit, et cetera, zouden nieuwe superhelden nog moeten hebben? Want we zijn nog lang niet zover dat we kunnen zeggen dat de superhelden die we nu in films en tv-series zien, een groot deel van het kijkerspubliek vertegenwoordigen. En dan zou ik zeggen, het is heel interessant dat we binnenkort Black Panther te zien krijgen. Dus een zwarte superheld. We zouden aansluitend op mijn eigen promotieonderzoek, zou ik graag meer superhelden van Aziatische afkomst zien. Mm-hmm. Maar ook meer vrouwelijke superhelden die
Die niet stereotyp worden afgebeeld. Waarin dus afbeeldingen van vrouwelijke superhelden die niet gebaseerd zijn op seksualisering van het vrouwenlichaam. Want dat zie je. Dat zie je in Wonder Woman bijvoorbeeld nog steeds terug. En dat vind ik, dat mag anders. Transgender superhero's moeten we hebben. Homoseksuele superhero's. Er moet veel meer diversiteit zijn in die representatie van de karakters waar we tegenop kijken. Ja. Terwijl dat heldhaftige, dat wil je dan nog wel hebben om die identificatie te krijgen. Ja. And the comic books are changing things a little bit in recent years because they now have Iron Man is, I think it's called Iron Star, and she's an 18-year-old African American college student who built the Iron Man suit in her college dorm. Her name is Riri Williams. Okay, well, so she's now the new Iron Man, and Thor. For many years is now Lady Thor. So Jane Foster took over the role of Thor in the comic book. So in the current American in the Civil War II storyline with Marvel, Thor is Lady Thor, and they're trying to diversify because of course as what I said at the start, what the characters are written in the 60s, they're written predominantly by white Caucasian males living in the United States. And it's taken time. And Asian characters, I think you're just seeing the start of it because you have a character now in Doctor Strange, Wong, who's very, very important element of Doctor Strange's team. And he's also going to appear in the Avengers Infinity War. So there has been quite a lot of African American characters. You've got Falcon, you've got War Machine. You have the Black Panther, and Black Panther has his own ensemble of heroes as well, who are also going to appear in the Avengers Infinity War film. So it's very. Dus er gebeurt wel iets. Yes, yeah. That's marketing, toch? It's a bit of their marketing, but there's one thing I will say: there's underrepresentation of female scientists in the films. Uh-huh. So, any of the characters are male scientists, and they've only started to address this. So, the film we saw at the start, Avengers Age of Ultron, has a character whose name is Helen Choi, Korean scientist who builds a 3D bioprinter that's able to print tissue. Yeah. And she doesn't get enough coverage in that film. And you have Jane Foster, who's an astrophysicist in the Thor films. Again, because she's seen as a secondary character in the film. They don't get the same focus because Iron Man, Tony Stark, Bruce Banner, Reed Richards, they're all scientists, but they all have powers. Yeah. So they're automatically in the primary roles. Yeah. Maar je zegt eigenlijk dat er toch een soort verandering op til is. Yes. Je ziet karakters meer naar voren komen dan voorheen. I think so, because for the Wonder Woman film, which I'm sure many people have seen, is fantastic. It's absolutely brilliant. She's the ideal person in the role. So Wonder Woman. The Wonder Woman. DC have done a fantastic job in terms of that. Yeah. With Marvel, the first film that will have a female character in the title role is Ant-Man and the Wasp. And that's out next year. And the Wasp is a woman. And the Wasp is a woman who also has a technology that allows her to shrink. And next year, the first female character in the title role is Captain Marvel in 2019. Ja, ik krijg steeds meer het gevoel dat jij eigenlijk degene bent die al die verhalen bedenkt. Dat is niet zo, toch? Ik heb je al eerder gevraagd, zou je wel in... Eventueel, je werkt nu in Delft, dat doe je allemaal heel nuttig. Als ze je morgen bellen van kom je naar Hollywood? I'm gone. I'm out of here. If they pay for the flight, I'm on the plane. Ja, oké. Bert Otte, je hebt prachtige protheses waar je over nadenkt, die je bouwt, die je probeert te besturen met de mensen die je moeten gebruiken. Kunnen superhelden iets van jouw werk leren? Ik denk het wel. Ik denk dat als je superheld wil worden, zul je jezelf moeten begrijpen. Dus dat is het startpunt. Ja. En wat betreft de ondervertegenwoordiging van vrouwen, dat onderschrijf ik. Wat wij zien in studierichtingen is dat we meer vrouwen hebben in sommige studierichtingen dan mannen. Ja. En bij de hoogleraren zie je dat 1 op 9 is of zo. Dus er is iets heel bizars aan de hand. En dat zou je enorm kunnen verbeteren door dat soort stereotyperingen weg te halen. Dat wetenschappers mannen zijn. Precies. Dat is foute boel. En dat helden mannen zijn. Bijvoorbeeld. Ja. Ik heb altijd geleerd, dat was Tim Krabbe geloof ik, die zei een held is iemand die niet wordt doodgeschoten. Ja. Dat was ook meteen de hele definitie. Yeah. But in the real world, the CRISPR-Cas system that Robert spoke about, two of the main developers of that,
are prominent female researchers in the United States who undoubtedly are going to get the Nobel Prize in medicine. It's about when, not Jenna if. Doudna? Jennifer Doudna, yes. Mm-hmm. And Manuela Carpentier, I think, is the other person, I think. Check even bij Maarten, die weet er alles van. There you go. Okay. Yeah. Ja, nou, maak er een film over, toch? Reza, de communicatiewetenschappen, kunnen die, of mediawetenschappen, kunnen die nog iets leren van, laten we zeggen, de technologische interesse in superhelden? Nou ja, ik leer hier zelf ook heel veel van, van dit gesprek nu. Dus wij kunnen er zeker van leren door na te denken over die verbeelding van wetenschap en technologische ontwikkeling. We hebben natuurlijk binnen mediawetenschap de afgelopen jaren vooral gekeken naar de representatie van ras, klasse, gender, et cetera. Ja. Maar het is ook heel interessant om te kijken naar de verbeelding van technologie en wat dat zegt over de toekomst. Precies. En ben je verrast? Eigenlijk is een beetje de boodschap van heel veel van die technologie lijkt wel fantasie, maar is eigenlijk best dichtbij wat we doen. Ja, dat is wat ik vandaag heb geleerd. En dat, daar ben ik wel verrast door. Ja. Oké, zijn er nog vragen? Wie? Niemand? Ja, daar. U was van het improviseren, toch? Ja. Nou, doe je best. Of de telekinese in de nabije toekomst mogelijk zou kunnen zijn. Telekinese. Leg even in één zin uit wat we daarmee bedoelen. Dat lijkt me handig. Ik bedoel gewoon het laten bewegen van objecten op afstand. Met mind power. Mind power. Oké, wie? Ik denk het niet. We hebben zelf ook heel veel proeven gedaan in die richting. Wat het brein vermag in termen van bijzondere mogelijkheden. Bijvoorbeeld, we hebben proeven gedaan. Mensen naar het achterhoofd kijken of niet. En dan laten raden of je naar het achterhoofd kijkt of niet. En we halen gewoon 50,0% kans. Dus het schiet gewoon niet op. En bijna al die verhalen die wel schijnen te werken, die duiden op ons verlangen om dat te kunnen overstijgen. Wij willen kunnen contact hebben zonder te praten. Ja, ja, ja. Wij willen dingen kunnen verplaatsen. Maar dat verlangen is heel sterk. Maar de realiteit en de metingen, die duiden er niet op. Bert, even, is dit nou een onthulling? Jullie hebben de proeven van Rupert Sheldrake ooit zelf nagedaan? Ja. In Groningen? Ja, 50,0%. Okay. En hij had 75%. Ja, dat weet ik. Maar dat lag weer aan de man eigenlijk. Maar Sheldrake heeft ook gezegd dat spreeuwen die rondvliegen, dat die ook verbonden zijn door een veld. En dat Charlotte Hemelrijk heeft een model waar dat helemaal niet in zit. En die laten precies dezelfde wolken zien. Ook en als je dat tegen Sheldrake zegt, dan zegt hij, so what? Jij gelooft niet in morfische velden. Ja. Dus, goed, dit wordt een andere moeizaam discussie. Ja, sorry. Nee, maar interessant. Hier nog en dan gaan we naar Jelle Reumer. Downplayt u niet te veel de flexibiliteit en de mogelijkheden die het menselijk brein wel biedt? Want is het niet zo dat bijvoorbeeld Stephen Hawking met een computer vastzit aan een ding dat daarmee uitleest wat hij denkt en dat tot woorden maakt? Zou je dat niet net zo goed kunnen koppelen aan een apparaat dat vervolgens daar iets mee doet? Heeft u niet gemerkt hoe langzaam hij spreekt? Dat is echt een probleem. Ik vind het fantastisch wat hij wel kan. Een van de grootste raadselen is dat als je iemand stilzet, zoals hij in een stoel, dan gaat het brein heel hard achteruit. Want wij bestaan bij de gratie van sensoren motorische lussen. Dat is ons bewustzijn. Dus dat hij nog zo'n hoge breinfunctie onderhoudt is echt heel bijzonder. Maar dat hij in staat is om met een kwaakstemmetje wat woorden te zeggen, dat vind ik nou niet zo bijzonder of iets wat je na zou moeten streven. Laten we alle kanalen die we hebben maar daarvoor gebruiken. Oké. Als het nog lukt. Goed, tot zover. We gaan naar Jelle Reumer, onze laatste columnist. Paleontoloog, professor in de dode dieren, zeg ik altijd maar. Haha, daar gaan we weer. Maar altijd een goed verhaal. Jelle Reumer. Een avond over superhelden. Dat is wel toepasselijk, zo precies een week voordat in ons deel van de wereld wordt gevierd dat de ultieme superheld werd geboren. Althans, als ik de definitie van het begrip superheld lees, zoals vermeld op de website van de Bali, en ik citeer: een superheld is iemand die met bijzondere krachten strijdt voor het goede tegen het kwaad. Einde citaat. Als ik die definitie dus mag geloven, dan valt de heiland der christenen er zeker onder. Uiteraard geldt hetzelfde voor de profeet himself, gezegend zij zijn naam. En de Griekse held Herakles, also known as Hercules.
In de 20ste eeuwse en meer postmoderne vormen van superheldenverering aanbidden we Batman, Superman, Spider-Man en Spider-Woman in het kader van de gendergelijkheid. Echte superhelden uit de verhalen kunnen vliegen, liefst zonder evolutionair moeilijke hulpmiddelen als vleugels, vlieghuiden en slagpennen. Dat is voor organismen met een menselijke lichaamsbouw een onbegonnen zaak. Ik zal u niet vermoeien met de fysica daarachter, met drag en lift en turbulentie en de moeizame verhouding tussen het te vervoeren lichaamsgewicht en de voor het vliegen benodigde spiermassa. Het kan gewoon niet. De paleontoloog in mij probeert te achterhalen wie het allemaal wel gelukt is. Bij de gewervelde dieren beperkt het aanbod zich tot de uitgestorven pterosauriërs, de altijd wat stuntelige vleermuizen en, ja hoor, de vogels. Mensen kunnen het niet. En met de enige die het ooit probeerde, Icarus, liep het slecht af, zoals u weet. Hij lazerde naar beneden en overleefde dat niet. Voor vliegen is een daartoe geschikte anatomie vereist en een ongelooflijke hoeveelheid energie. Die anatomie is vormgegeven in de vleugel. Leuk, maar ook altijd wat onhandig. De werkelijke superheld is de energie, of liever degene die de energie levert. De enige echte superheld van de evolutie is niet Batman of Jezus of Spider-Woman of Hercules of de profeet, gezegend zij zijn naam. Nee, de echte superheld is het minuscule organelletje dat ons, de vogels, de vleermuizen en in feite alles en iedereen de energie levert om superprestaties te verrichten. Zijn naam is mitochondrion. Het mitochondrion was ooit een simpele bacterie. Hij leefde heel lang geleden, toen de aarde nog woest en ledig was, in de oude oersoep, te midden van allerlei andere primitieve bacteriën en eencelligen. En hij kon iets wat de anderen niet konden, energie produceren. De andere eencelligen leefden als luie zombies en waren tot weinig anders in staat dan bibberend afwachten wat de evolutie voor ze in petto had. Het mitochondrion schoot ze toen te hulp en deed dat, zoals een echte superheld betaamt, onbaatzuchtig en met volledige opoffering van de eigen zelfstandigheid. Hij kroop onder de huid van de anderen, nestelde zich in hen, kroop in hun cel en hielp ze aan energie, zodat ze warm werden, konden bewegen, lopen, zwemmen en uiteindelijk zelfs vliegen. En het mitochondrion helpt ons nog steeds. Zonder zijn hulp zou het kinderke Jezus in zijn kribbe zijn verpieterd. Zou Heracles de Hydra niet hebben verslagen? Konden de pterosauriërs, de vleermuizen en de vogels niet vliegen? En konden Batman en Spider-Man het helemaal wel schudden? Spider-Woman trouwens ook. Zonder miljarden mitochondriën in al onze lichaamcellen zouden u en ik hier vanavond niet hebben gezeten of gestaan. En dat allemaal omdat zo'n kleine 3 miljard jaar geleden het oermitochondrion, het bibberende getop van zijn eencellige medeschepselen, niet langer kon aanzien. Hij besloot in te grijpen. Hij geeft ons onze dagelijkse energie en ons dagelijks brood, zonder ooit enige vorm van dankbaarheid terug te verwachten. Dat is pas een superheld. Het mitochondrion. Gezegend zijn zijn naam. Dank u wel. Jelle Reumer, yo! Dank je wel. Oké, ik dank nog één keer onze gasten. Barry Fitzgerald, dames en heren. Reza Katoso-Wong. Bert Otte, Magalie Pons, somewhere daar. En Robert Mant natuurlijk. Ik zie hem niet, maar hij is ergens. Ja, hij zit alsmaar daar. Ik dank ook. En dat doe ik één keer per jaar. Onze programmamaker Brand Berghouwer, daar. Onze videoredacteur Tessa Hagen. Waar is ze? Somewhere. Nou ja, de technici en natuurlijk u, het publiek, want daar gaat het eigenlijk allemaal over. Tot slot nog even dit. Op 15 januari zijn we terug met een nieuw kenniscafé. Ik zei het al, het is dan het 100ste kenniscafé in dit huis. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het is echt waar. We gaan dat vieren, maar we gaan ook gewoon een mooie aflevering maken. Die gaat over, hoe kan het ook anders na een avond, over superhelden vliegen. En we vinden eigenlijk dat we niet meer moeten vliegen. Daar gaan we over praten die avond. 15 januari, waarschijnlijk sneeuwt het pijpenstelen, of hoe noem je dat als het sneeuwt. Maar wees erbij, want het wordt belangrijk. Ik zou zeggen, een fijne jaarwisseling. Dank u wel voor uw aanwezigheid en nog veel plezier in de bar. Dag.